Is aan de bult van Melde bezig. De Koppenberg, dames en heren, met de leider Erwin Thijs. Een vijf sterrenhelling. 22% het maximum stijgingspercentage. 550 meter de lengte. We zien Wim van Herrewegen hier als koersdirecteur door het dak van de eerste wagen. Alle andere wagens worden afgeleid. Al wat gemotoriseerd is, mag er niet op. Ook het volk heeft instructies gekregen. Achter de nadar blijven. Zelfs niet op de berm kruipen. De koers mag niet vervalst worden. En ik hoop voor Erwin Thijs dat hij rijdend boven geraakt. Dat zal geen sinecure worden, Karel. Ja, heel even. De man van Domo Farm Fitness die probeert aansluiting te vinden is Dave Bruylands. Mooi, Dave Bruylands. En zeggen dat hij eigenlijk niet voorzien was voor de Ronde van Vlaanderen. Ja, maar hij heeft dus toch lang er naartoe geleefd. In zijn hoofd zat hij er al een hele tijd mee bezig en heeft dus ons eindelijk kunnen overtuigen dat hij toch zijn plaats hier verdiende. En momenteel is hij die meer al waar aan het maken. Erwin Thijs, 160 kilometer in de aanvallen. Dan weegt zo'n Koppenberg verschrikkelijk zwaar door. De drie achtervolgers zijn kompanen. De drie gelosten dus, die volgen nu op 3 minuten. Het peloton op 6:40. Hij gaat dat halen. Ja. Dat zal wel op het kleinste tandwieltje zijn. En ik denk dat dat voor hem een 23 zal zijn. Het is wel een indrukwekkend gezicht, hè, die Koppenberg. Als je zo van bovenaf naar de diepte kijkt, rillingen. Het is niet geschikt om echt naar beneden te rijden. Of je krijgt misschien hetzelfde probleem zoals op de Kemmelberg, een valpartij. En dat ken jij, hè? Inderdaad, ja. Maar deed het wel iets toen ze vorige week weer tegen de vlakte gingen. In Zulzeke, waar Bettini er mede voor zorgt dat er gekoerst wordt, al zie ik een gebaar van moedeloosheid bij Museeuw. Ja, Johan wil de boel draaiende houden en ziet toch weer een afscheiding en het valt even stil achteraan. Dus dit kan een mooie gelegenheid zijn om heel vlot naar de Koppenberg te gaan. Serge, pak jij mee? Ja, Serge verwondert op alle terreinen. Hij heeft toegeleefd naar die Ronde van Vlaanderen. Hier Stefano Zanini, die het werk niet schuwt. Enrico Cassani, Serge Baguet, Missaglia, Museeuw, Sørensen, Bettini, Andrea Taffi, Clear en Nicky Bartoli. Ja, het is een selecte kopgroep. Hè? Alle grote, haast alle grote, behalve Museeuw. Wat zeg ik, behalve van Petergem. Inderdaad, het verwondert me een beetje. Ik denk dat Van Petergem momenteel op kop aan het trainen is in de tweede bak. Ja, en een beetje aarzelt. Doet er toch goed aan dat niet te lang te doen. Maar weet wellicht op de Koppenberg. Rijk er zo naartoe. Hier lag dus de korte keer, maar die laten we dus letterlijk rechts liggen. Inderdaad, gaan ze de andere kant op om de Koppenberg gaan op te zoeken. Wat nu volgt is een venijnig stuk. Dat draaien en keren hier door het open veld, waar de wind vrij spel heeft. En dat gaat gestaag bergop. Hier is Jan Kuiks, die daar meer indruk maakt dan Thijs. Ja, maar hij vocht wel al op 3 minuten natuurlijk. Dus Erwin heeft toch een heel stuk veel sneller gereden. Daarbij is hij natuurlijk nog niet boven. Maar heeft toch zijn twee kompanen nog achtergelaten blijkbaar. Het is wat vruchteloos zoeken naar een beter stuk, naar een betere strook. Er is namelijk geen goot. Want die afloopjes die daar zijn, die liggen gewoon in kasseitjes. En hier dus dat selecte gezelschap. Mooie groep. Een hele mooie groep zelfs. Alle toppers zijn aanwezig. Weinig Belgen. Twee. Museeuw en Baguet. En Bruylands? Die zou normaal daar moeten zitten. Misschien Cassani. Komt hij nog terug. Van Petergem moet knokken met Hinkepie. En Nardello en Wezeman. Hier zit ook Armstrong, hier zit ook Zabel nog. En Joop Plankaert. Helemaal achteraan, ook Peter Farazijn. Van Petergem trekt toch goed door precies met Hinkepie. Ja, die rijden er zo naartoe. Wie wordt daar opgepeuzeld? De Spanjaard Rodriguez. Die heeft de Kapellenberg niet gehaald. En het is alweer Taffi die doortrekt. Andrea Taffi op de Kapellenberg. Lastig, lastig stuk. Een venijnige haard. En dat allemaal nog voor de Koppenberg moet beginnen. Want nu gaan we straks weer dalwaarts naar Melde toe. Naar het steengat.
We doen het met de helikopterbeelden, dames en heren, en dan zo meteen met de beelden van de vaste camera. Dat begrijpt u, daar is Johan Museeuw overigens. En met twee mannen van Mapei Quickstep, met Bettini en Andrea Tafi, vermoed ik. Bettini die even tegen zijn limiet aan zit. Johan even een duwtje moet geven om even kunnen zelf te recupereren, denk ik. Is niet pokeren? Nee. Op dit moment zeker nog niet. Het is nog te ver, het is nog 60 kilometer. Maar het is gewoon, hij wil niet dat Johan zelf ook een probleem komt dan die. Even het gaat moeten dichter en beter direct reageren. Even het duwtje in het wiel en dan zelf meeschuiven. En dan dat groepje van een man of 10. Zou Van Petegem daar al teruggekeerd zijn? De motoren die zijn dus afgeleid. We doen het met beelden van de helikopter en dan straks met de vaste camera. De koers mag niet vervals worden, een val. Er gaat er eentje tegen de vlakte, er is er eentje van Telecom. Ik denk clear. Dat zou kunnen zijn. En ik vermoed dat Van Petegem hier al achteraan aan een staartje komen aansluiten is. Ook Nardello is op komst met Hinkepie. Van Petegem schuift op, zit nu al bijna aan het wiel van Baguet. En Bettini leidt voor Johan Museeuw, dan Tafi. Ook Cassani doet nog moedig mee. Scholz, dat is de man van Gero Steiner, die daar achteraan bengelt. Rodriguez probeert in het tweede groepje toch nog de schade te beperken. Bettini neemt van de grote kanonnen de Koppenberg voor zijn rekening. Museeuw volgt aan het wiel. Deze Koppenberg gaat deze Ronde van Vlaanderen toch nog een stuk harder maken. Bartoli recht op de trappers in het wiel van Tafi, die wat groot staat. Tafi die moeizaam naar boven klautert. Maar toch vermoeden we dat alle groten hier zullen overleven op hun fiets. Bettini en Museeuw sterk. Bartoli ook heel goed. Van Petegem als een roofdier loerend longend op zijn prooi. Hinkepie die goed herstelt. Seurensen die zichzelf een beetje tegenkomt. Rodriguez lastig. Wezenman behoorlijk. Plankaart met moeilijkheden. Armstrong dan. Dan Van Dijk. Hier komt nu Robert Hunter met Peter Farazijn. Hier is Mario Cipollini. Is zijn ronde gedaan op de Koppenberg. En daar Dave Bruylands. Dit is hem. Het Zapel. Kijk eens. Ja. En dan helemaal stil. Of is het Wezenman? Het is Wezenman. Ja. Dat is Rodriguez Hernandez. En het is een tijdje geleden dat we Ludo Dierksens nog gezien hebben. Die komt daar centraal in het beeld. Op 56 kilometer van de aankomst is dit veelbetekenend. Terugkomen kan nog, maar wat dan met de volgende hellingen? Het wordt moeilijk dan. Het is toch al best een aardig pak dat door is nu. En deze mannen, tegen dat ze boven zijn, gaan toch al een meer serieus achterstand hebben. En om dan nog organisatie in te brengen, wordt moeilijk. Maar in elk geval een goede zaak voor de organisatie. Nog geen enkele van de renners te voet. Nou, de Koppenberg is duidelijk toch in een veel betere staat dan toen het vroeger was. En ik denk, zeker zoals het koersverloop nu geweest is, het zijn allemaal kleinere groepen van 20, 25 renners. Kan het niet echt buiten de schakelproblemen, kan in principe geen valpartijen ontstaan. En de gevreesde lekke banden zijn er niet. En hoe zit het met de verschillen? Thijs, 3 minuten 20 op Kuiks. En dan een eerste groepje, het groepje Museeuw Bettini van Petegem op 5.30. Ze hebben best een serieuze hap eruit gedaan binnen een kilometerbestand van 10. Dus het ging vrij snel. Dus wat verwacht werd is gebeurd. De Koppenberg ligt een stuk strategischer op het parcours. Dichter bij de aankomst. En vooral nadat de schifting eigenlijk al een paar keer gebeurd is. We gaan nog eens kijken naar de val. En Wezenman gaat tegen de vlakte. Op deze manier. Dat is gewoon helemaal geen stuurfout gemaakt. Gewoon achterwiel, gewoon weggeglijden. Misschien een beetje steentjes die er lag of zo. En ja, dan is een valpartij onherroepelijk. Kan je echt niet meer corrigeren. En als er geen cohesie is, dan kun je altijd rekenen op Tafi. Die trekt de boel weer op gang. Want die heeft gezien dat hij daar met Bettini een ploegmaat heeft. En dat de rest nagenoeg alleen zit. Van Petegem heeft wel Baguet. Ja, en Museeuw heeft Cassani. Dus het zijn toch drie ploegen die met twee man vertegenwoordigd zijn momenteel. En waarom verstaan ze elkaar dan niet beter? Ze kunnen toch beletten bijvoorbeeld dat voor Hinkepie Armstrong terugkomt? Ja, maar ik denk dat ze zelf allemaal nog een beetje schrik van elkaar hebben ook. En dat dat ook wel meespeelt. Rijden, verdomme. Inderdaad, doorgaan, zo misschien zo moeten ze rondrijden. En de mooiste ronde van Vlaanderen van de geschiedenis op het beeld brengen.
Het grote peloton volgt op 6:40, dus een minuut en 10 het verschil tussen de favorieten en dat wat van het grote peloton overblijft. Erwin Thijs. Dit is ook een heel lastig stuk dat vroeger niet als helling stond eigenlijk genoteerd, nee. Maar die eigenlijk altijd ontzettend veel krachten kosten om daar mee te gaan. Je krijgt een vrij recht stuk op heel slechte kasseien. Het bolt niks. Je weet niet wat je moet schakelen, grote of kleine plaat. En het is iets wat eigenlijk totaal onderschat wordt. Erwin ziet er momenteel al goed af te zien, denk ik. Ja, we hebben daar begrip voor. En vooral respect, hè. Het is een formidabele prestatie, hoor. En dit is inderdaad zwaar kost. En als je boven bent, krijg je ook nog een lastig stuk afdaling. Een afdaling in kasseien die van de Stationstraat. Die kasseien liggen heel slecht. En laten we hopen dat daar geen problemen komen, vooral voor de grote kanonnen. Een val of een lekke band. Op 54 kilometer van de aankomst is dat al serieus gekost. We gaan elkaar. Ja, Michel, we staan hier te wachten op die achtervolgers en naast mij Hilaire van der Schuur. Tijd om uit de wagen te komen en even te kijken. En dan zag Erwin Thijs natuurlijk passeren. Dat is een fantastische prestatie van een van jouw jongens. Ja, het is zeer goed van die jongen. Natuurlijk is er niet aan het einde, maar het is gelukkig als ze beginnen rijden, want anders was hij weg. En ik denk dat ze nog lang gaan rijden voordat ze hem gaan hebben. Het zal op het laatste moment gebeuren dan? Ja, ik denk het, dat hij kan voorop blijven tot in Brakel. Jammer dat hij niet iets sterkere metgezel had? Ja, dat was jammer natuurlijk, maar ja, dan is ze waarschijnlijk rapper beginnen rijden ook. Hè. Dus dat is de keerzijde nu van de medaille. Karel, maar voor ons is het natuurlijk fantastisch. Karel, ja, Michel, zeg maar. Misschien kan Thijs voorop blijven tot in Parijs, tot voor het café van de vrienden waar je nu mee praat. Ja, misschien blijft hij wel voorop tot in Parijs, tot voor dat café daar. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ze hem gaan vroeger pakken, maar ja, je weet maar nooit. Ik hoop alleen en dat Van Peter hem rustig houdt en dat de anderen moeten rijden. Oké. Okay. Bedankt, Hilaire van der Schuren. Café in Parijs, Huizen van der Schuren, hè? Inderdaad. Maar dan zijn we al op ja, minder dan 30 kilometer van de aankomst, om en bij de 25. Ik denk dat ligt net midden de Ten Bossenstraat en de muur. Net voor de klim van de berg van Parijs. Dit is de afdaling van de Stationsberg. Er komt nog een linker bocht. Als je daar in volle snelheid gaat, kom je wel in probleem. Dus het wordt even toch uitkijken en met een kleine groepje. Over de spoorweg. Dat doet hij daar en wij naar Karel. Ja, heel even tussentijd geven, want ook Jan Kuijks hier ondertussen doorgekomen. Op 4 minuten van Erwin Thijs. Van de andere achtervolgers voorlopig geen spoor. Thijs heeft die bochten behoedzaam genomen. Wij kijken naar een groepje met onder meer Sørensen. Cassani zit daar ook in. Taffy. En dan zien we een volgend waaiertje. En zitten daar de grote favorieten. Het zou interessant zijn om daar beneden eens gaan te piepen. Als de motoren weer aansluiting gekregen hebben, kan dat. En er komt nog volk terug uit de achtergrond. Maar die hebben dus al eens moeten passen en dat is veelbetekenend. We trekken zo meteen naar de Steenbeekdries, naar de Taaienberg. De volgende krachtoefening. Ook een heel lastige klim die ook wel in betere staat is als vroeger. Was ook heel, heel slecht, maar door de wegenwerken die ze een paar jaar geleden hebben gedaan, is dat nu best te doen. En is het risico op valpartijen daar ook eigenlijk quasi niet heel. Kijk eens wat hier nu gebeurt. Het valt compleet stil. En het zijn de mannen die terugkomen uit de achtergrond die dan werken. En dat zijn jullie jongens, de mannen van Domo Farenfrieden zonder meer. Met iemand van Taconi. Het is Bruylands die teruggekomen is. En die zet zich meteen vooraan. En Museeuw zit aan zijn wiel. Ja, we hebben momenteel iemand bij. Dus ik denk dat ze niet direct gaan initiatief nemen. Het is aan de mannen van Lotto volgens mij nu om proberen het gat dicht te krijgen. Maar die zitten daar met hun kop, mannen, met Van Petegem en Baguet. En dat is een probleem. Die willen zo vroeg nog geen kopman opofferen. En dus krijg je hier een groepje van een man of 5 met een vrij riante voorsprong. Op de kasseien van de Maria Borrestraat en straks de Steenbeek Dries. Missalia zit daarbij. En hier is George Hinkepie. Waarom hebben ze die in godsnaam zomaar laten wegrijden? Ik denk dat Hinkepie een lekke band aan het krijgen is. Oei. En je hebt nog gelijk ook. En Taffy? Of heeft hij problemen met de versnellingsapparatuur? Hier Cassani.
en Sørensen. Pas op, dat zijn mannen niet onmiddellijk van eerste garnituur, laten we zeggen van tweede garnituur of daartussenin. Alhoewel, dit is een favoriet, die laat je niet zomaar wegrijden. Hè? Hij heeft toch duidelijk een probleem. Dat is de Taaienberg voor Erwin Thijs. Op het steilste stuk. Taaienberg is vooral steil in het begin. Krijgt dan een uitloper vals plat en daar kan hij in het gootje. Dat stuk van 18%. En ook hier de nadaar oordeelkundig geplaatst. Dus moeten zij op de kassei rijden, maar ik denk dat de renders daar anders over oordelen. Nou, het is wel duidelijk nodig natuurlijk als je de mensenmassa ziet. Hè. Thijs heeft nog altijd 5,39 op de grote mannen. Dat is best vrij aardig, want achteraan is het toch flink gekoerst geweest. Dus Erwin is zeker nog niet totaal dood hoor. En Hinkapie blijft maar zijn sportdirecteur vragen. Die kan beroep doen op de neutrale wagen of de neutrale motor. Een van de motorrijders is Goede van Kalster, maar is dat materiaal wel compatibel? Ja, dat is soms een probleem. Er zijn zoveel merken op de markt die allemaal andere systemen hebben en dan kan het soms een probleem zijn. Cipollini is terug. Cipollini is terug. En daar zitten de twee mannen van Lotto Adecco verscholen in dat groepje. En we gaan naar Karel. Ja, Cipollini is terug en het zal niet lang duren vooraleer ook het peloton terug is. Nog hooguit 100 meter de achterstand. Het is hier stilgevallen omdat een aantal ploegen niet willen werken omdat ze een mannetje vooraan hebben. Dus zouden we wel eens een algemene hergroepering kunnen krijgen. Algemeen wat de jongens die nog in koers zijn betreft dan. En voorlopig niet bij de achtervolgers, want Missaglia en Sørensen moeten de drie anderen heel even laten gaan. Dus Cassani en Tafi die vooral het beukerswerk geleverd heeft en Hinkepi heel even los. En Hinkepi wordt met de decameter nerveus. Zeker niet slecht, want met het probleem dat hij heeft kan het toch sowieso naar Cassani en zo naartoe rijden. Dus dat wil zeggen dat, dat er volgens mij een probleem is met het schakelapparatuur van de fiets. Ik hoop dat de rivaliteit daar bij de achtervolgers niet te fel aanzwelt, want anders zitten ze met een probleem. Daar moeten ze toch stilaan komen. Er is in alle geval nog geen volgwagen in zicht ook van US Postal. Dus op dit moment van de wedstrijd is het ontzettend moeilijk om naar voren te geraken. Het is gewoon te smal. Je hebt geen keuze. Je kan gewoon niet voorbij. Dus dat gaat nog een tijdje duren voordat hier Georges Hinkepi zal worden geholpen. Nu in de Ronde van Vlaanderen, terwijl daar een nerveuze plankaart, is het zo dat als je goed zit, dan kun je op één helling een halve minuut dichterrijden. Maar je doet dat beter helemaal vooraan en dan voor de definitieve stoot. Armstrong is ook terug. En Cassani rijdt op dit ogenblik lek. En het zijn de mannen van Telecom die nu weer werken. Met de Clear en Wezeman, de man die viel. Moet hem een kruis maken over het zabel. Zien we hier niet onmiddellijk meer zitten. Het was ook al een teken dat we hem niet direct ook gezien hebben daar met een van de vorige hellingen. Dus ik denk dat hij hieruit weggevallen is. Hier heb je hem. Nee, dat is Hondo. Danilo Hondo, ja. Ook een snelle man. Het is best een hele grote groep gekomen, dus. En Nico Matan. En nog een Lotto-renner, dat is Hans de Klerk. Knaven zit daar ook nog. Die mannen zijn allemaal teruggekomen. Ze hebben daar die kasseistrookjes ontdekt in Etikoven. En als je ziet hoe behoedzaam dat allemaal verloopt, ook die eisen hun tol. Ja, inderdaad. Het is, zoals ik al zei daarnet, zijn er een paar best vrij gevaarlijke bochten. Maar je niet volle bak gaan nemen, want dan krijg je een probleem. En nu ja, zitten we toch op weg naar de Eikenberg. En dat is toch ook best een serieuze kuitenbijter. Als de twee mannen van Lotto overeenkomen, en dat zal wel, dan mag ik veronderstellen dat Van Petegem Bagé een opdracht geeft. Rij met mij naar deze groep, maar waar moet dat dan gebeuren? Nou, ik denk Eikenberg? Eikenberg is een ideale gelegenheid. Vrij lang. Ik kan daar iets forceren. Ik kan er ook op de grote plaat mee naar boven rijden. Hier gaan ze dus aan de Taaienberg beginnen. Hier. Mm-hmm. Dus, maar Eikenberg is volgens mij een ideale plaats om het te doen.
supporters van Ludo Dieriks is daar uitgebreid aan het werk geweest. En hier beginnen we dus aan de Taaienberg, dames en heren. Niet in het gootje vanwege de nadaar. Gewoonlijk staat hij daar rechts niet. Nu moeten ze dus op de kasseien. En een hele goede Gabriele Missaglia. En wat zie je achteraan? Ja, je ziet dat Hinkapie heel klaar uit. En vergeleken met de versnelling die Taffy draait, is dat ongelooflijk natuurlijk. Taffy zal dat dus nooit leren. Nee. Hij wil dat niet meer leren, want hij kan die grote versnelling straks in die bed beter gebruiken. Sørensen, dat is altijd hetzelfde liedje met Sørensen in de Ronde van Vlaanderen. Op de kastjes krijgt hij het moeilijk, dan moet hij te diep in de kast gaan, maar hij overleeft. Ja, het is ook een, iemand die heel veel kan afzien en die altijd alles nog... Hij heeft heel veel ervaring natuurlijk, hij weet hoe hij dat bergjes moet nemen, maar nu heeft hij toch niet zo een beste indruk hoor. Ja, maar hij anticipeert, hij gaat mee in de aanval, neemt voorsprong. Dat is bij hem, de aanval is de beste verdediging voor hem en die heeft dikwijls al geloond. Toen hij in 97 won, moest hij op de Bosberg af, maar hij won wel. We gaan naar Karel. Ja, want bij de achtervolgers Museeuw die zijn duivelson wint op de Taaienberg. Eén man volgt, Peter van Petegem. Museeuw en van Petegem hun slag aan het slaan op de Taaienberg. Misschien. Bettini probeert ook aan te klampen en Nardello. Maar voorlopig een gat voor Museeuw en van Petegem. Ja, het is spijtig dat we dat niet gezien hebben, maar goed dat jij het ons vertelt, Karel. Want de twee bloedsbroeders, als die de armen in elkaar slaan, dan is er wat moois te zien. En gelooft u me, het zal niet lang duren voor die twee hier vooraan verschijnen, want dat gaat dan razendsnel. Zoals de koers nu loopt, gaan we echt een slag der titanen krijgen in de finale. Alle beste mannen zijn in de aanval en zijn mee, dus het gaat echt een hele mooie koers. Absoluut. En Thijs rijdt nog altijd met 4,5 minuut voorop. En hij verliest een goede half minuut, driekwart minuut per helling. Hij zal het dus waarschijnlijk wel langer volhouden als de Kapellenberg zijn geest voorop geeft. Excuseer, ik onderbreek. Vader Sørensen langs de kant met een drinkbus. Sørensen heeft hij gemist. Vraag maar voor wat Cassani ondertussen gebleven is, die lek gereden is. Dus die zien we niet meer. Het is niet evident hoor. Daar moet Van Petegem een museum rijden. En dan komt er nog iemand. En dan toch wel een serieus gat. Die achtervolgende groep weer compleet uiteengeranseld op de Taaienberg. Kleine voorspelling. De kans is groot dat het nu weer samenloopt en op de Eikenberg weer uiteenvalt, Karel. Dat kan, maar Van Petegem en Museeuw die willen doorgaan. Nardello die hangt daar nog altijd tussen. Van Petegem nu op kop, Museeuw bijtend in dat wiel. Even overnemen, Johan. Ja, dat doet hij. En dan Nardello op komst. En hoe zit het met het aangezicht van die twee Belgische titanen, Karel? Dat aangezicht dat verraadt dat ze diep gegaan zijn op die Taaienberg, maar zij recupereren zo snel dat ze er straks weer een lap kunnen opgeven. Mooi is dat. En wat is er met Cassani gebeurd? Die is terug. Terug bij Missaglia, Hinkepi, Taffy en Sørensen. Hier heb je de twee grote. Dit kan een mooie situatie zijn voor Johan. Heeft nog iemand mee in de finale dan Cassani die heel sterk bezig is. En ook Nardello moet hier in de buurt zitten. En dat is een goede gezel. Alhoewel, die heeft Taffy vooraan. Wordt dat dan een blok? Hier is Nardello. Kijk eens op wat een manier die dat gat dichtrijdt. Ja, vrij imponerend. 47 kilometer van de aankomst. En zal die nu mogen overnemen van Parsani of Van der Aarde? Opgelet, het is de Stassijnsbocht of de Vinokourovbocht. Die braken hier in bekken. En nu naar de Eikenberg. Ze komen precies vrij snel terug. We zien al een paar motoren in de verte, dus die mannen gaan bij die vijf rijders kunnen komen aansluiten. Het is misschien wat ver vooruit denken, maar benieuwd straks als Van Petegem met Museeuw de finale ingaat. Nou, het wordt de Clash of the Titans. Dus, als je ziet op welke manier ze de Taaienberg bovengevlamd zijn. Op de Eikenberg met Erwin Thijs. Hey! Hoeveel hellingen heeft hij nu al voor zijn rekening genomen? Dit was de tiende, Michel. Die moet dus in elke samenvatting zitten, hè? Kan niet anders. Dus straks met de winnaar de held van de dag. Erwin Thijs uit Rosmeer, buurt van de Nederlandse grens. Momenteel op het lastigste stuk van de Eikenberg. Straks wordt het iets minder stijl, waar in de verte de wagens te zien zijn. Wordt het iets minder stijl en krijg je weer wat meer vaart. En we doen wat anders dan vorig jaar. We gaan niet helemaal tot op de steenweg
naar Brakel. Nee, we gaan straks nog voor de top rechts de kokkerellen op. En dan gaan we nog een uitloper meepakken. De Kapellenberg. Ook nog een lastig stuk. We zijn bij de achtervolgers waar Kuiks gegrepen is. En waar Cassani inderdaad teruggekomen is. Het is dus het tweede groepje. Goed gedaan, Jan Kuiks en Karel. Ja, wij zitten hier achter dat zestal met Seurissen, met Hinkepi, Missalia, Cassani, Tafi en Kuiks zijn daar in de verte. Ja, in de verte, zo ver is het niet eens meer. Daar is dat drietal al, van Petegem, Museu en Nardello. Zij zullen komen aansluiten. Omdat ze zoveel koersdoorzicht hebben en omdat ze weten dat dit het moment is. Hè? Inderdaad, ik denk dat dit toch een breekpunt wordt in de wedstrijd. Nu krijgen we echt een schifting door de toppers. En om dan nog een gat dicht te rijden wordt het heel moeilijk. Dit is sowieso een breekpunt. We hebben vaak de neiging om wat voorbarig te zijn, maar ik zou nu toch al mijn hoed af willen nemen voor de parcoursbouwers. Heel mooi parcours. Koppenberg echt op een ideale plaats in het parcours ook. Zonder moeilijkheden kunnen ze op deze manier de Koppenberg erin laten en zal er ook nooit kritiek op komen, denk ik. Het zijn alleen de Flandriërs die overleven. Ja, je ziet dat de sterkste renners momenteel de bovenhand nemen. Dus zonder kaaf. Nu krijgen we zometeen een groepje van 9 renners. Kuiks is daar nog altijd bij. En dan zit daar een koppel tussen van Mapei. Jawel. Ja, met Nardello en Tafi. Gaat dat een invloed hebben? Ja, voor Tafi is dat ideaal. Nardello is ook heel sterk. Wij zijn ook sterk vertegenwoordigd in onze ploeg. We hebben Cassani, die toch weer gekomen is na die lekke band. Dus twee koppels. Ja, ik vraag me wel nog altijd af wat het probleem was van Hinkepi, maar blijft nog steeds goed lekker meedraaien. Dus blijkbaar is het niet zo groot. En wou je eigenlijk eerder zijn volgwagen dicht bij hem hebben voor eventuele vervolgende problemen. Misschien wilde hij Dirk de Mol horen, zijn ploegleider, die heeft zoveel terreinkennis. Ja, maar ik denk dat ook George deze wedstrijd goed voorbereid heeft en weet ook perfect waar alles ligt. Hier komen ze bijna aan de voet van de Eikenberg, dus de mannen gaan daar net aansluiten. Heeft Nardello nu al meegedaan in die achtervolging? Ik denk het niet. Hij heeft zich volledig laten meeslepen, want Van Petegem maakt daar nu echt een probleem. Ja, het botert hier niet meer, hè? Nee, hij wil Nardello echt de kop opdringen. Ook dat is de Ronde van Vlaanderen. Als ze hun arm een beetje langer maken, kunnen ze even aan het achterwerk van Seurensen krabben, maar ze doen het niet, Karel. Nee, maar dan heel leep. Museu die een gaatje laat vallen. Van Petegem pakt een paar meter en Nardello moet dan maar dat gat op Van Petegem dichten. Heeft nu ook begrepen dat ze wel naar die 6 moeten toerijden. Goed gezien van Museu. Voilà, op die manier even versnellen, die bocht goed aansnijden. En dan ben je zo aan het achterwiel van de achtervolgers. Nog vooraleer de Eikenberg moet aangevallen worden. De Eikenberg, daar zijn de gegevens. U kunt ook lezen. Het is voor mijn part een ambetante helling. Een heel lastige helling. Ontzettend lang. Vooral het bovenste stuk doet geen veel pijn, omdat al die mannen zich op de grote plaat gaan trekken. En dus je benen die in totaal in verzeuring zijn, moeten daar nog iets meer kunnen verwerken. En dus het is echt een ontzettend harde helling. Missalia, hoe lang gaat het kleine Italiaantje nog mee, Karel? George Hinkepi die op dat lastige stuk van de Eikenberg zijn sportdirecteur vraagt. Hier is Dirk de Mol. Hinkepi met problemen of Hinkepi hier gewoon wat vragen. Het lijkt me eerder problemen, want anders doe je dat niet op de Eikenberg. Een andere vaststelling. We zijn weer op pad met dertigers. Hè? Je moet een kloeke dertiger zijn en zelfs een eind in de 30 om hier in zo'n klassieker nog mee te kunnen. Is er iemand bij onder de 30? Ik geloof er niks van. Salam maar met ervaring. Veel fond, dus doorzettingskracht ook. En mannen die dus meer dan één keer al kastanjes uit vuur genomen hebben. En blijkbaar is dat de ideale mix om het in de Ronde van Vlaanderen ver te schoppen. Voortreffelijk werk van Cassani voor Jan Museu, Karel. Ja, Hinkepi langs de kant van de weg, verandert van fiets. Jean-Marc van den Bergen is daar heel snel bij, maar dat gaat ondertussen tot 40, 50 meter. En dat moet Hinkepi nu op zijn eentje goed maken op die Eikenberg. En dat is lastig. Niet alleen op die Eikenberg, maar zo meteen ook op de Kokkerellen, maar vooral op de Kapellenberg. Het was dus duidelijk toch een vrij groot probleem, anders zou je zeker niet op dit moment van de wedstrijd op deze plaats van fiets veranderen. Heel even een paar afleidingen maken. Conclusies trekken. Tafi werkt.
Cassani werkt, dat is normaal. Maar Tafi die zo hard werkt, dat Sørensen alweer in het patatzakje moet, kan erop wijzen dat Nardello de sterke man is bij Mapei. Karel? Ja, je kan het nauwelijks geloven, maar Hinkepie die is al terug in het zog van die vier daar van Peter Museum Nardello. Wij zien Bartoli, zie jij die komen? Ja, die haalt nu Kuiks bij en probeert in één ruk naar boven te rijden. Maar hij moet er natuurlijk bij zijn voor hij boven is. Anders staat hij er daar in die vlakte weer alleen voor in die wind. Hier gaan ze door. Tafi, Museeuw, Van Petegem, Cassani, Nardello, Hinkepie, Sørensen en Misadia. Zij moeten een klein gaatje laten. Hij ziet ze rijden en heeft een paar keer bijgeschakeld. Ja, dit is het stuk waar ik dan net zei van hier trekken ze weer de grote plaat. En hier is dus, doet een ontzettend pijn. Vraag dat maar aan Kuiks, die krijgt nu krampen blijkbaar. Hij zit dus nu echt volle bak. Die wil per se dat gaatje dicht voor ze in het toppenveld daar weer komen. In elk geval, dit is een van de mooiste rondes van de jongste jaren. Ontzettend veel strijd. Toch nog altijd uur op wijze, dames en heren. Thijs heeft nog altijd 4 minuten en 14 seconden. Die moeten ze verdorie nog altijd dichtrijden, hè? Nou, het is echt ongelooflijk. Het trekt het echt enorm lang. Het is dus zeker niet kapot. De jongen heeft echte kwaliteiten van de tijdrijder ook in hem. En die spreekt hij zeker meer dan aan. Daar, Bartoli. Zouden die achtervolgers de Brabantse pijl gezien hebben? Op 4.15. Bartoli daar zo'n goede 15 seconden achter. En nu alleen. Maar het is al een veegteken dat hij ze heeft moeten laten rijden op de Taaienberg. Ja, misschien zat hij ook iets slechter geplaatst als anderen. Dus in alle geval had het zeer veel kracht kost. We gaan nog eens kijken naar die demarrage van Bartoli. Daarnaast de neutrale wagen. Dit is de Bartoli met de stijl van de gouden jaren, die van de 95. Maar hij moet vanuit de achtergrond komen. En misschien is dat straks wel de inspanning te veel. Want hoeveel cartouche mag je verschieten in de Ronde van Vlaanderen? Niet te veel natuurlijk. Nu zit hij in de vart al rijden, dus dat is een goede 150 meter achter. Dat zou je moeten kunnen redden. In de Cocorella-straat. Maar gaat hij nu geen tik krijgen op de Steenbeek Dries? Een fameuze slijtageslag en hij komt geen meter dichter. Ja, vooraan hebben ze natuurlijk ook een informatie dat hij in de achtergrond komt opdagen. Dus ik denk dat er wel een paar mannen zullen opdracht gekregen hebben nu om te blijven fietsen. En Tafi blijft het doen. Cassani, Museeuw, Van Petegem, Misalia en Nardello. Verder Tafi, Hinkepie en Sørensen. Twee Belgen in die kopgroep en de twee meest verwachte. En dat mogen de mensen thuis nu al noteren. Deze mensen ook volgende week in Parijs-Roubaix, zonder enige twijfel. Ja, dat gaan dezelfde tenoren zijn, denk ik. Deze man zeker. Die is zeker een van de hoogpunten dat hij wil doen. Ja, en ik zou die nu toch niet meer laten rijden? Nee, zeker niet. Hier moet je nu vrij snel gaan reageren. Het is niet zo lang, maar het doet enorm veel pijn natuurlijk. Het is vrij stijl. Maar je ziet dus direct reactie en Cassani dicht het gaatje. En Misalia en Sørensen zijn eraf. Ja. En totaal anders in vergelijking met de ronde van vorig jaar. Toen ook een zeer select groepje, maar geen echte topper daarbij. En nu wel. Cassani, ja, die is al bijna compleet leeg. Die verlegt nu iedere keer zijn grens. Ja. Karel? En Bartoli nog altijd aan het vroeten om terug te keren. Hij ziet daar nu motoren, hij ziet ook Misalia en Sørensen, maar kijkt vooral achterom. En dat is een slecht teken, want hij kijkt achterom en kijkt naar een groepje. Man of 10, 12. En die zijn op komst. Is er mee gedaan, Karel? Het ligt uit bij Bartoli. Het is nodeloos en dus werkt hij wat hulpeloos. Het is dus nog niet de grote Bartoli van weleer. Nee. Zeker niet. De vorm van de Ronde van de Middellandse Zee. Waarom? Want dit is totaal andere kost. Hier moet je 110% zijn. Ik had echt gedacht dat hij nogthans het gaatje ging kunnen dichten. Het is toch ook een toprenner en het heeft echt los geweest. Maar deze mannen slapen natuurlijk niet. Hè. Wat Cassani doet is schitterend. En hij moet nu echt proberen te overleven, nog meegaan. Want Museeuw zal hem nog nodig hebben op de grote steenweg straks naar Brakel. Ja, die moet, waar de wind op kop staat. Ja, inderdaad, ja, en daar moet hij eigenlijk zo, het zou heel mooi zijn moest hij tot daar in de finale kunnen meegaan. Maar hij heeft natuurlijk al ontzettend veel werk gedaan. En dat begint stil aan de kleren te kruipen. Dat kan je ook duidelijk aan hem zien. Maar tot nu toe verloopt het perfect.
Wie ook een haast perfecte race rijdt op dat ene kleine akkefietje na, dat is van Petergem. En Bres moet er dicht rijden, had er beter aan gedaan mee te gaan. Maar misschien heeft hij dat daar tactisch gespeeld en gezien, oh, de rest zit hier al ongeveer kapot. Nu is het tijd dat ik hier weg ben. Het zijn weer de rabe jongens die moeten iets proberen te forceren. Met, denk Mark Wouters. Dat is Mark Wouters. En Zanini en Rodriguez, maar die stoppen af. En ook Bettini moet afstoppen. Bartoli kan daar nog net mee. Hier komt de Peter Farazijn. En het is in elk geval niet de plankaartdag. Die probeert daar uit de wind te zitten. Met Tom Boonen. Tom Boonen nog steeds. Hè. Dat is Puik. En dan de rest van het slagveld. Met Marcus Sberg. Met Sproeg. En daar pas Ludo Dirksjes. Met Gianluca Bortolami, de winnaar van vorig jaar. Met Mario Cipollini. Met Hans de Klerk. Voorsprong van Erwin Thijs, de eenzame leider, een godganse dag lang, 3.45. Daar zag u de hellingen die we nog moeten doen. Het koppel van de Zwalm, de Leeberg en de Berendries. Ik zou zeggen, goed af voor Erwin. Die doet het meer dan uitstekend. Daar heb je hem. Die is bijna al aan de gaaghoek. Dus de kasseien voor de Leeberg is er niet zo ver meer van. Nu krijgt hij het serieus moeilijk, precies. Ja, dit is het bekende gebaar. De duim tegen de onderkin zit er dus door. Stik kapot. De 31-jarige Limburger rijdt misschien wel de koers van zijn leven. En brengt vooral zijn ploeg in beeld. Dit is die brede steenweg naar Brakel. Tegen de wind in. Hier zal de verstandhouding goed moeten zijn. Ja, als hier nog georganiseerd verweer nog kan, kunnen ze daar iets goed maken. Maar ik denk dat het hier toch nog sterk gaat. Je ziet ze nog constant in lijnvorm rijden. Dat wil zeggen dat de snelheid zeker niet gering is. We gaan naar Karel. Ja, ze komen wel dichter hoor. Een groepje hier met Bartoli die daarin is opgeslokt. Met Mark Wouters, met Nico Matan. Het is Matan die het tempo bepaalt. Bodrogi als een blok aan zijn been. Hier ook Peter Farazijn. Wie zien we nog? Lars Michaelsen. We hebben daar Dave Bruylands nog zitten. Hier ook Andreas Klier en Erik Zabel. Ja, het scenario kan dus nog altijd herschreven worden. Alles weer samen aan de muur. Maar ik denk niet dat ze het zover zullen laten komen. Het is voldoende dat er straks heel even iemand op de trappers gaat lopen. Het register zo betrekken op de Leeberg en op de Berendries. Om de rest definitief af te schudden. Nou, vooral de Berendries is een redelijk breekpunt in de finale. Dat is toch vrij lastig. En na de Leeberg, waar je ook die kasseien nog moet verteren van de gaaghoek. Is het dus best een serieuze boterham. En daar heb je ze al, maar daar zitten veel afstoppers. Het is Matan, denk ik, die nog. Matan, en dan zit daar Bodrogi aan het wiel. Die natuurlijk niet gaat meerijden. En ook Bettini zit daar. Knaven hebben we daar ook. Die gaat ook niet meedoen. Dus zit Matan daar alleen met Wouters. En ook voor hen is het natuurlijk super zwaar. Vooral op die hellende stroken. Richting Brouwerij van Roman. Nog 40 kilometer, nog een uur koers. Rond 5 uur zijn we binnen. Ja. Het is laat voor Ronde van Vlaanderen begrippen. Aan de Brouwerij van Roman. Ze blijven hier toch duidelijk alles geven. En Cassani heeft opdracht gekregen van tempo zo hang mogelijk hoog te houden. Dus is duidelijk logisch dat deze groep wil verder rijden en niet wil ingelopen worden door die achtermannen. Ik vermoed dat we op de Leeberg definitief afscheid nemen van Cassani. Tafi die heeft meer inhoud, die heeft meer kracht. Van Petergem nog altijd soepel. Sørensen nooit te vertrouwen. Hinkepie ijzersterk. En Tafi die de koers blijft maken. Eigenlijk is het hier vooraan vooral een gevecht. Cassani, Tafi tegen achteraan Wouters en Co. Ja, maar ik denk dat ze zullen tekort komen op deze manier. Want hier blijven ze echt goed werken. Ze krijgen er wat meer organisatie in ook. Je ziet dat duidelijk. Sørensen gaat ook weer al meehelpen. Van Peter gaan naar de kop. Museum. Dus dat beduidt dat ook zij willen fietsen natuurlijk. Supporters voor Tafi. Daar gaat Mark Wouters. De rots van Lummen.
En dan is het Peter Farazijn die de achtervolgers probeert bij te brengen. Mark heeft er zeker nog de moed in. Vertelde van zichzelf in de pannen, ik zit aan 90%. Maar kijk, dit gaat zijn benen afsnijden. Dit is Laszlo Bodrogi, ook nog altijd maar 25, hè, die daar zo diep in de Ronde van Vlaanderen dat werk nog levert. Dat is een man voor binnen een jaar of twee, drie. Een heel sterke kerel die ook tegen de tijd meer uit de voeten kan. Dus als die in de finale geraakt en kan een gaatje slaan, is dat moment om tot het einde door te gaan. Wind op of wind mee. Thijs nog altijd met 3.22. En hoed af ook voor de prestatie van de mensen die ons de beelden leveren. De plaatjes zijn wondermooi, jongens. Wouters toch nog steeds doortrekken. Maar per se terug. Bodrogi als ballast. Ja. En dat weegt zwaar door. Dit kan nu wel soelaas brengen. Iemand van Telecom, iemand van Team Coast Wattenscheid. Maar toch. Voor iedere organisatie komt heb je weer al direct 15 seconden. Zijn we nu al voorbij aan café in een trap op? Dat zou ik niet weten. Nee? Nee. Waar de Bazin, Marie-Jeanne, supporter voor Club Brugge, al jaren, het zou wel eens kunnen dat ze nu toch gaat beloond worden. We zitten ook weer in de streek van Petegem. Dicht bij de Haaghoek, nog 38 kilometer. Deze man neemt nu toch meer dan een behoorlijk gaatje, hoor. We zijn al in Sint-Maria-Horenbeke. Dat wil zeggen dat we zo meteen rechts de Haaghoek afdraaien. Daar ligt hij. Een hele mooie kasseis erop. Wat zegt Sørensen? Niet begrijpen, hij wil per se drinken. Ah, een boodschap voor de ploegleider. Gabriele Misaglia heeft al eens een wereldbekerkoers gewonnen, hè? Met de H1W-klassiek. Is geen kleine jongen. Die motorrijder, dat is misschien een kleine huiskamervraag. Kent u die, dames en heren? Ik ken hem, ja. Je kent hem? Hij is nog niet lang in beeld geweest, hè? We zullen het maar verklappen. Guido van Kasten. Het viel me op dat Sørensen al een drinkbus had van onze ploeg. Ik zag het logo van Domo erop staan, dus hij heeft al een hele tijdje zonder drinken moeten rijden. Hij zal een bus gehad hebben van Johan of van Cassani. Moeten we daar conclusies uit trekken? Nou ja, die mannen zitten vrij ver waarschijnlijk met de volgaas en het is dus niet evident om zomaar daar naar voren te rijden. Het is gewoon een vriendendienst. Ja, natuurlijk. Helemaal geen probleem. Johan heeft iets sneller drinken of Enrico en die mannen kunnen dan best wel iets afstaan. Dat is zeker geen probleem. Dat is dan de solidariteit. U zag een stukje van de cameraman, vrijwel onder het stuur van Sørensen en Wendler Karel. Ja, Sørensen heeft duidelijk naar deze wedstrijd toegeleefd. Al in de beginfase van de wedstrijd reed hij lek na amper 30 kilometer op de baan van Oostende naar Gistel. En toen was hij heel nerveus dat het zo lang duurde vooraleer hij een wiel kreeg. Kon wel aansluiting houden met het peloton dat toen helemaal niet snel reed. 30, 32 per uur op dat stukje. Maar Sørensen die was heel nerveus. Die maakte zich boos op iedereen en nog wat en vooral op de volgwagens. We zagen van Petegem heel even twee lengteprijs geven. Ik denk dat Van Petegem toch niet helemaal gerust is in wat Sørensen doet. Zich heel even ervan vergewissen hoe kapot zit hij nu echt. Terwijl Thijs aan de Leeberg bezig is, 850 meter, het steilste stuk komt er zo meteen aan, achter het groen hier, tussen de huizen, daar 16% en dan in de wind. Nog lastiger. Ja, inderdaad, vooral de uitloop van de Leeberg is ontzettend lastig. Je hebt zeker nog een 400-500 meter tot de grote weg en nu zit de wind daar pal op kop. Dus, vooraleer je daar op tempo geraakt, kost dat heel wat moeite. We gaan naar Karel. Ja, heel even hoor, maar Michel, maar toch een leuk om te zien hier. Chris van Roosbroek, de mechanicien van Domo Farm Fitness en Patrick Lefevre stonden langs de kant van de weg, wisten precies waar ze moesten opgesteld staan. En Museeuw en Cassani, die namen heel vlot de nieuwe drinkbus aan. Dat is meegenomen. Nog eens kijken wat we hier zien. Hier zien we een motorrijder die wat in de weg legt. Ah, oh. Hoi, hij was niet direct. Frank Hoy, ja, het is een beetje irritatie en zo diep in de Ronde van Vlaanderen, ja. Okay. Dat is een beetje kapot zitten, dan word je natuurlijk vrij snel erger dan hele kleine dingen. En dit is zijn reactie daarop. Het is overigens niet de slechtste jongen. Zeker en vast niet. Normaal reageert hij op een normale, meer beschaafde manier.
De Haaghoek, dat is meestal een snelweg. Daar wordt het tempo geweldig opgetrokken. Maar nu, met die wind op kop, is dat ook corvée. Maar ze worden verlost. Hier gaan ze nu linksop draaien. Ook zij beginnen aan de Leeberg. En André Meegang meldt mij dat Erwin Thijs nu al 200 kilometer op kop rijdt in deze Ronde van Vlaanderen. 200 kilometer. Ze mogen voor mijn part in Rosmeer een standbeeld oprichten voor Erwin Thijs. Deze helling is best een helling die je neemt volledig op snelheid. Meestal zelfs de grote platen nog op. Liefst zo lang mogelijk wachten om te schakelen, maar echt naar boven spurten. Dan duurt het de pijn iets minder lang. Want als je op tempo deze berg wil bovenrijden, is het laatste stuk ontzettend lastig. Het valt natuurlijk op hoe dat je nog bent, of ze het echt zo gaan trekken. Maar we zullen even kijken hoe Peteghem deze helling neemt. Ja, want Peteghem zet zich op kop. En dan zien we Cassani aan het wielen. We krijgen een aanval van Andrea Taffi. Die gaat de binnenkant bocht. Die heeft nog altijd overschot. Dit moet aanval 6 of 7 zijn. We zien Museu vlot meegaan. Van Peteghem kiest de binnenkant. En dat levert rendement op. Ook Van Peteghem gaat vlot mee. Hinkje Pie die wacht nog even. Nardello blijft vast in het zadel. Ook hij nu recht op de trappers. Van Peteghem neemt over. Maar vindt het nog te vroeg om de finale demarrage te plaatsen. Want ook hier weten zij dat de wind daar pal op het aangezicht blaast. Zelfmoord dus. Dus wachten, dan komt ook Sørensen weer terug. Ja, tot de van de voet van de Beredries is nu pal wind op kop. Dus ook de Beredries had een serieuze kluiver worden. Dit is een lastige strook. Als Nardello of Taffi nog wat over heeft, mocht ik in hun plaats zijn, ik zou het hier proberen. Ik denk dat het nog iets te vroeg is om dat te doen. Het is nog te lang, eigenlijk tot, ja, laten we zeggen, tot Brakel. Om dan van hier al echt de buik erin te gooien met deze groep is niet echt verstandig, denk ik. Ik zou liever nog wat wachten. Jij weet dat heel goed, hè, dat je hier best nog wacht. Ja, voor mij was de Beredries altijd een zwart beest in de Ronde van Vlaanderen. Ik kreeg er altijd een klop van de hamer, de patat, zoals we bij ons in de buurt zeggen. En inderdaad, dus ik denk dat ook zij dat misschien wel beseffen dat dat best kan komen. Thijs heeft nog 2:23. Nou, wie weet raakt hij toch nog aan het café van Hilaire. Hier is Thijs in de afdaling naar de Beredries. Dat is de plaats waar in 1997 wereldkampioen Museu aangetikt werd door Boskartin. En daar rijdt Hilaire van der Schuren. Zou Hilaire meeluisteren naar onze uitzending? Vermoed van wel. Hoe zit het met de verschillen? Thijs heeft 2:23 op het groepje Museu. Zit Bart Oliver? Oh nee, helemaal niet. Die zit op een kleine halve minuut van Museu. Met een paar kompanen en dan het peloton van de geslagenen, zeg maar, op 3:10. Maar hier blijft het ronddraaien, Erwin. Ja, het blijft ronddraaien, ook op deze wind op kop. Zei ik Erwin, Hendrik. Je zei Erwin, ja. Maar ik vergeef het je, Michel. Het valt ook volledig uit elkaar, blijkbaar. Er zijn er ook al twee groepen, dus. Dat is het groepje Bartoli, hier. En dan nog een verschrompeld groepje. Hier zit Rodriguez met Hooy, Bodrogi die afstopt en dan iemand van Tacconi. Mark Wouters, denk ik, is dat. Ah ja, ja, je hebt gelijk. Die komen nu op de grote weg, steken de grote weg over en dan wordt de afdaling naar de Beredries aangevat. Hier zijn ze aan het café Het Hoeksken, hè? Door u wel gekend. En dan naar de Beredries. De 13e helling van de dag, 936 meter lang. Na 560 meter komt het steilste stuk. Hier is Armstrong. In het wiel van Farazijn. In Elst. Eens kijken hoe Armstrong de Beredries aanvat. Of hij het nog ziet zitten om samen in de reactie mee te gaan. Die helling moet hem beter liggen dan de Kasseibergjes. Daar zit ook Zanini. We gaan naar een algemeen gemiddelde van 38,8. Deze wedstrijd, deze Ronde van Vlaanderen, dames en heren, is niet alleen hard gemaakt door het nieuwe parcours met de Koppenberg, maar ook door de tegenwind. Ja, dat was ook te verwachten. Eerst dachten dat de koers vrij lang zou geblokkeerd zijn, maar de renners hebben er anders over beslist en hebben de beuk vrij snel ingegooid. En dus we krijgen echt een top van een wedstrijd te zien momenteel. Nu zitten die kopstukken vooraan met een dilemma. Ofwel blijven ze ronddraaien en wachten en wachten en wachten. En dan kan het zijn dat er toch iemand van de tweede rij ontsnapt en nooit meer teruggezien wordt. Ofwel gaan ze zelf en moeten ze van de Bosberg of van de muur alleen vechten tegen de wind. Lijkt me niet eenvoudig om dat op te lossen. Karel?
Nee, dat is waar, maar heel even hier naar die tweede groep, die derde groep eigenlijk, als we Thijs dan er nog bij rekenen. Hier een groepje en daar geen Bartoli hoor. Bartoli nergens te zien tussen die achtervolgers. Daar dat pelotonnetje met Van Petegem en Museeuw en dan de anderen. Hier wel Armstrong, Zanini, Wouters, Matan, Rodriguez en Bodrogi. Maar geen Michele Bartoli, niet meer te zien. Welkom op het feest van de gemiste kansen, Michele. Michele Bartoli was morto. Ja, het gaf geen goed teken toen hij ingelopen werd, de manier waarop. Sberg komt terug. Rabo, Mark Wouters krijgt er een helper bij. Maar dat draait niet rond. Hij is ook loos, zitten hier alle Paul Stoorzenders in en die gaan echt niet. Hier is volop beklimming van de Berendries voor Erwin. We zijn op 33 kilometer van de aankomst, dames en heren. De Berendries, dat is een terrasjesberg. Af en toe kun je op adem komen, maar er komt eigenlijk nooit een einde aan. Want ook straks bovenaan moet je nog heel even diep gaan. En zo diep in de koers, na 240 kilometer, of toch bijna, is dat verschrikkelijk zwaar. En ook hier de massa. Hier wat verder staan de mensen 5-6 rijen dik. En al zit die stuk kapot, het moet de Limburger doorkomen. Hij wordt nu naar boven geschreven en op het staatste stuk gaat dat echt best nog behoorlijk hoor. Het is niet dat hij echt te voet staat, hij rijdt echt nog best aardig door. De Peet stond daar op het asfalt van Petegem. Hier ging hij een test in die driedaagse de pannen. En wat voor een test. Alleen Zanini ging mee, die zijn nu kwijt. Maar het is nog zo ver. Onder de 2 minuten nu. 1.59. Nog zo'n heel lastig stuk. De kop van de Berendries is iets minder stijl. Wordt weer iets groter geschakeld. En het is daar waar Van Petegem dus de forcing vorige keer deed. Erwin blijft echt goed in zijn tempo rijden. Heel even dit volgen. Met Tafi die trekt. Voor Sørensen die weer wat opgeschoven is. Hij weet. Als ik achteraan bengel, dan ga ik eraf. Van Petegem de armpjes wat uiteen. Nog niet doorzakkend, hè? Nog geen negatieve tekenen. Museeuw schuift op. Krijgen we een aanval van Museeuw of gaat hij controleren? Van de kop af controleren. Ook Nardello gaat mee. Hinkepie ongerust. Komt er nog iemand terug? Van Petegem haast in slow motion. Er is ook zo weinig plaats om aan te vallen. Sørensen nu wel in laatste positie. Missalia trekt nu de kop. Van Petegem en Museeuw. Mijns inziens de twee sterke mannen. Museeuw, zag je hem kijken richting Van Petegem. Knal in die donkere blik. Hoe goed zit hij nog? Even inschatten is heel belangrijk. Altijd de renners taxeren op hun uiterlijk. Hoe ze op de fiets zitten. Het verstand haalt het hier op de overmoed. Hier sowieso, want het is echt onverstandig om hier al alles uit elkaar te rijden, denk ik. Het is nog te ver en te veel tegenwind om het tot een goed einde te brengen dan. Vooral dat stuk naar Gerardsbergen door Parike. Ook wind op kop, ook verschrikkelijk lastig. Sørensen kijkt naar die soepele tred, ook bij Hinkepie. Gaat dat straks het verschil opleveren? Nou, ze gaan nog zo lang mogelijk proberen op soepelste terrein, voor zover dat nog mogelijk is. Maar de muur zal de echte scherprechter worden vandaag, denk ik. Het groepje met de Rodriguez, Wouters, Sberg, Bodrogi, Zanini. Veel te veel afstoppers. Hoi, Nico Matan, Scholz. Die hangt er nog altijd tussen. Armstrong, Scholz, een van die vroege vluchters. Recht op de trappers. Ook helemaal leeg. Wat helpt dan nog? Niet veel meer. Karakter, dat is het belangrijkste op dat moment. De mannen zijn boven. Blik van verstandhouding tussen Museeuw en Van Petegem. Doorgaan. Ronddraaien. De twee topfavorieten zijn toch in de finale. Dus, We gaan nu rechts de kasteeldreef af. En dan gaan we zo meteen hier aan het eind van deze afdaling, een vrij snelle afdaling, ook weer een lastig stuk tegemoet. Die heet ook Molenberg. Ja, die heet inderdaad Molenberg. Dat is eigenlijk het verlengde van deze weg. Maar is natuurlijk niet stijl als je gewoon eraan komt te fietsen. Is er geen probleem. Maar
Maar ik denk in het moment in deze wedstrijd sowieso doet dat meer dan pijn. We hebben de Berendries gehad, de 13e helling. Straks dus trekken we naar de Ten Bossestraat, dames en heren, in Brakel. Van hieruit is dat nog 4,5 kilometer tot de voet. Voor Thijs nu nog 30 kilometer en heeft nog 1 minuut 35. Sørensen komt achteraan weer aansluiten. Moet weer al drinken hebben, dus is blijkbaar niet voldoende geweest, de drinkbus die hij van de neutrale motor gekregen heeft. En niet Chiandri of Dirkses zijn de sterke mannen bij Lampre Daikin. Nee, het is Gabriele Missaglia. Een beetje onverwacht, maar is er toch. Kent de Vlaamse wegen. Lefevre wilde die absoluut in het Mapei Quickstep contingent, toen nog Mapei GB. Heeft daar ook voor gereden en is dan naar de Lampre overgestapt. Ja, dus hij moet de drinkbus wegsteken in zijn zak. Waarom is dat? Dus de drinkbushouder zal niet conform zijn met de drinkbus. Hij heeft de kleine of de grote houders mee en dan krijgt hij die drinkbus niet weggestopt. Dus moet hij ze in zijn zak steken. Dus dat is wel een extra nadeel voor hem. Wat zijn die flighthouders? Klopt het dat die zo makkelijk hun drinkbus verliezen? Nou ja, je kan die moeilijker aandrukken natuurlijk. En, bij US Postal hebben ze er andere. Ja, ik denk dat dat ook de ideale keuze is, bijvoorbeeld naar Parijs-Roubaix toe. Is dat de laatste keer dat je kunt eten? Hier denk ik wel. Sowieso is de vaste voeding van hier af al moeilijk om zelfs binnen te krijgen. En ik heb Sørensen al een paar keer ook vloeibare voeding zien gebruiken. Ik denk dat dit vanaf nu meer aangewezen zal zijn. Groepje Museeuw op 1.26. Vloeibare voeding gaat ook iets sneller werken. Hier alleen dat de vaste voeding nu gaat verteerd zijn of eigenlijk zijn suikers afgeeft, zijn we misschien al net over het Bosberg. Dus ik denk vloeibare voeding is iets meer aangewezen op dit moment van de koers. We rijden Brakel binnen aan Café de Moriaan. Erwin zal ver aan de voet van Ten Bos al zijn. Dat zal niet veel meer schelen. Daar heb je hem. Van Petegem door zijn eigen gemeente. Over een goede 1,5 kilometer gaan we links de Ten Bossestraat in. Waar zo vaak de beslissing viel in de Ronde van Vlaanderen. Waar Museeuw ging in 98. En waar Van der Aarde ging in deze Ten Bossestraat dus. Waar hij nu zo meteen gaat aan beginnen. In 85 achter Kuiperaan. Ja, een helse weersomstandigheden. En dat was toen nog geen helling. Hier gaat hij links. Even nog wat bergaf en dan begint de Ten Bossestraat. Nog niet gecatalogeerd als helling. Ja, het is net hetzelfde als de Steenbeek Dries, maar die zijn er altijd al bij geweest en die waren dan even lastig natuurlijk, maar het maakt dus eigenlijk niet zoveel uit of ze als helling zijn gecatalogeerd, die moet er wel over. En ook bij zonnig weer kun je een prachtig kijkstuk hebben. Echt een mooie prestatie van Erwin. Hij heeft al 9 overwinningen op zijn konto. En zijn carrière is begonnen in 92, dit is dus zijn 11e seizoen. Hij is eraan begonnen bij Kolstrup. Hij is daar nu terug na een lange periode Vlaanderen. En die Ten Bossestraat is eigenlijk op zich een niemendalletje. 250 meter slechts, maar aan het eind van die rit, jongens, het is om op te stappen. Ja, zeker. Erwin die zal die sowieso op de kleine plaat nemen, maar de andere mannen die gaan nog op de grote plaat deze helling nemen. Traditioneel wordt hier altijd wat vuurwerk verwacht. Vraag me af of ze nu ook durven met het windnadeel in het verschiet. Zo diep in de koers is hij blij dat hij die 21 nog liggen heeft. Dat denk ik wel, ja. Hij gaat nog heel wat bloed, zweet en tranen laten op de muur, denk ik. Dat zal voor hem echt een calvarietocht worden. Opletten nu voor de gebeurtenissen hier bij de achtervolgers. Kan Van Petegem zich bedwingen? Uiteraard. Die vraag moet zelfs niet beantwoord worden. Gaat Museeuw wat doen? Museeuw ging hier ook al weg in 93 met de Maas. En in 98. Dat kan inspireren, maar deze koers is zo anders. Deze wedstrijd doet ons een beetje denken aan de Ronde van Vlaanderen van 93. Maar ook die van 94. Toen ze ook met allemaal kopstukken de finale inreden. En toen Bugno won voor Museeuw met een ballerina. Museeuw zit zich op kop, ook al in zijn Ten Bossestraat.
Nardello, de pijn verkampend van Petegem. Kijk eens naar dat aangezicht. Kijk naar die twee aangezichten. Ik denk dat ze nog een ronde van Vlaanderen kunnen rijden. Van Petegem lichtjes versnellend. Cassani die nog altijd goed meegaat. Wat die eigenlijk al afgeschreven op de Leeberg. En ze nu nog altijd bij. En de supporters worden gek. Hier is hun Peet. Hij blaast en zuigt zijn longen dan weer compleet vol. En slim als hij is, gaat hij nog niet. Aan de laatste uitdrukkingen te zien van Museeuw en van Petegem zijn ze zeker nog niet kapot. Als je het vergelijkt met wat Nardello en Cassani op het gelaten te toveren, is er blijkbaar wat meetpijn te verbuiten bij deze jongens. Dit is een prachtige ronde van Vlaanderen. En Erwin Thijs, heeft hij nog altijd meer dan een minuut? Daar tikt de klok. Maar waar gaat hij stilstaan? Laten we het bij een dikke minuut houden. Hij gaat toch nog aan het café passeren, denk ik, Michel. Het aangezicht en vooral de bewegingen van het hoofd van Cassani doet ons een beetje denken aan het hoofd van Adjano in de Brabantse Pijl. Die zat ook altijd zo te schudden. En wij interpreteerden dat als een beetje commedia dell'arte. Hier zit Armstrong. En toen Van der Aarde dat hoorde, die zei hij achteraf. Hij is gewoon zo gemaakt. Hij doet altijd zo. Mark Wouters moet hier op de tanden bijten om bij te blijven in het groepje Armstrong. Boven op de Ten Bossenstraat. Ze zitten niet eens zo ver, hè? Rodriguez, Wouters, Marcus, Berg, Bodrogi, Zanini, Hoy, Matan. Zou Scholz daar nog bij zijn? En Armstrong. Op 1.48. Dat zijn nog garme 42 seconden, maar het is een eeuwigheid. Ja. Scholz heeft assistentie nodig. Gerold Steiner heeft zelfs de moeite niet gedaan Rebellin hier op te stellen. Karel. Ja, Michel, het is zeker een eeuwigheid, die 42 seconden, want hier vooraan hebben ze elkaar opnieuw gevonden. Het draait mooi rond, iedereen doet zijn beurt. Niemand slaat een beurt over, ook Museeuw niet, ook Van Petegem niet. Nu komt Nardello naar de kop en dan moet weer iemand anders dat deel van zijn werk doen. In elk geval, het loopt hier gesmeerd. Het zou wel eens kunnen dat de anderen definitief naar de akker komt verwezen zijn. De kans is groot, omdat hier twee absolute patrons tussen zitten. Mannen die deze wedstrijd in hun macht hebben. Museeuw en Van Petegem. Zij beslissen over wat hier gebeurt. Rijden, jongens. Het is te nemen of te laten. Inderdaad, ja. Dus zij willen natuurlijk deze wedstrijd maken. En ze gaan sowieso proberen die groep draaiende te houden. Ik moet je niet aan twijfelen. Toch zijn er een aantal factoren. Een aantal stoorzenders. Op 25 kilometer van de aankomst trekken we naar Parijke. We zijn nog niet helemaal gerust in wat Rolf Seurensen nog allemaal in petto heeft. Ook Missalia draait al een tijdje gewoon mee rond zonder echt diep te gaan. Wat gaat Tafi nog doen? Is Tafi al ooit zo diep in zo'n kansrijke positie geweest in de Ronde van Vlaanderen? We menen van niet. En dan heb je Hinkepie die zo snel is, Karel. En hier is Jeff Brakeveld, tot bij Peter van Petegem voor het eerst. Daar is ook Barzani van Mapei Quickstep. De volgwagens mogen dus plaatsvatten achter die groep. En we zitten nog altijd met dat gegeven dat er twee koppels bij zitten. Een Domo Farnfrietes koppel en een koppel Mapei Quickstep. En, Hendrik Rodant, jullie doen een goede zaak. Dat ziet er toch zo naar uit. Ja, zeker. Ja, zeker. We doen een heel goede zaak. En, Museeuw was sowieso de man voor deze wedstrijd, maar ook Enrico doet een mooie prestatie. Ik heb ook gezien dat Rodriguez nog in die achtervolgende groephoek zat. En voor de wereldbeker gaat hij ook heel wat punten kunnen scoren. Dus het gaat echt op dit moment vrij aardig. Nog 24 kilometer, 51 seconden nog voor Erwin Thijs. En het volgend groepje al op ruim 2 minuten. 2 minuten 20 wordt nu gesignaleerd. Nu beginnen we stil aan een Parijkenberg. Die natuurlijk niet staat gecatalogeerd als Schelling, maar na deze afstand zeker niet. Dit is eigenlijk toch ook een vrij harde kuitenbuitertje, vooral op plaatsen. Wordt met de grote plaat genomen, heel veel kracht op te zetten.
houdt Tafi in het oog. Tafi bewust achteraan. Schuift al een tijdje niet meer in. En heeft Nardello in steun. Maar Museeuw weet dat natuurlijk. En ik ook zie van Pedersen weet dat. Ik zie hem iets proberen, Michel, voor de muur eigenlijk nog. Hij moet, want ik denk dat hij te zwaar gevouwd is om op de muur te gaan. Daar gaat hij. Daar gaat Andrea Tafi. En nu van Petegem gaat hij reageren met mondjesmaat. Dat gaat dichtrijden. Ja, toch wel. Toch wel. En vlot daar naartoe, Karel. Ja, dat is heel vlot hoor. Tafi zat al een tijdje te loeren. Schakelde terug en schakelde dan weer bij. En dan weet je het wel, dan komt hij. Maar van Petegem, die rijdt dat gat toe alsof het allemaal niks is. Tafi en Sørensen, dat zijn de slepers in dit groepje. Zij durven al eens een beurt overslaan. Voor de mensen die deze week niet gekeken hebben, denk ik dat, wat zijn slepers? Slepers zijn mannen die dus niet gaan overnemen, die de boel willen stilleggen. Dus die eigenlijk niet geloven in de ontsnapping, ofwel juist wel. En op deze manier willen al de boel boycotten. Op naar de muur. En Tafi heeft Sørensen teruggeroepen. Van Petegem, ook hij nog een laatste keer Brakenveld nodig. Nu is het een vrij lange afdaling, tot aan de voet van de muur. Constant ligt dalende lijn. Peter is nu aan het praten, kijk, met de ploegleiderswagen. We willen hem vragen, zal direct zeggen wat hij nodig heeft. Communicatie werkt. De chef heeft het systeem onder de knie. De sterke mannen vooraan, dames en heren, op 22 kilometer van de aankomst van Petegem, Museeuw en Hinkepie. Dat is ons oordeel. Daar gaat Tafi nog eens. Op zijn Schmils. Heel even naar de andere kant van de weg. Van Petegem aarzelt nu even. Kan Cassani dat nog dicht doen? Ja, die moet dat dicht doen. Die moet reageren nu. In functie voor Johan. Dus het is nu aan Enrico om de kastanjes uit vuur te halen. Het is verdomme gewoon een harde stiel. Hè? Hij ziet al kilometers klinkkapot. En nu zeg jij, hij moet dat doen. Hij moet dat doen, ja. Of toch, hij moet dat doen sowieso. En hij voelt zich daar ook toe bereid. Maar of hij nog kan, kijk, dat is een andere vraag. Hij heeft toch wat dicht. Dus zo kapot zit hij dus ook nog niet. Soms is de wilskracht ook heel sterk. En daar kan je heel veel uit putten. En ook kracht. Je gaat hem straks als een schotelvot naar zijn bed moeten dragen. Ja, maar hij gaat ontzettend tevreden zijn dat hij dit werk nog heeft kunnen doen. En daar is hij dan ook trots op. En dat mag ook op dat moment. We zitten ons nu al te verlekkeren eigenlijk op wat er volgende zondag gaat gebeuren in Parijs-Roubaix. Met Tafi die hier achteraan bengelt, Museeuw en als Van Petegem al die feesten goed verteert de komende dagen. En met nog winnen natuurlijk. Van Petegem betrouwt Tafi precies dan niet. Nee. Maar hij heeft nog altijd niet, daar is hij dan. De ploegleiderswagen was nog niet in de beurt geweest. Wat kan hij nu nog nodig hebben? En we gaan naar Karel. Ja, hij heeft een energiedrankje nodig. Dat krijgt hij nu aangereikt vanuit de wagen. Zo'n extraatje, nog altijd wat calorieën bijpakken in die finale. Diep in die finale. En zo diep in die finale zien ze nu voor het eerst Erwin Thijs rijden. Die omkijkt. Nog 21 kilometer. Hij is al lang voorbij het café van zijn ploegleider. Hij is bijna in Gerardsbergen. Bijna volgehouden tot de voet van de muur. Een indrukwekkend staaltje aan het fietsen. Het is niet alleen maar zo die 20 minuten cadeau gekregen. Nee. Dit moet je opbrengen. Een hele dag tegen de wind in. Ruim 200 kilometer tegen de wind in geknokt. Naast 220 kilometer. Sørensen laat zich weer uitzakken. Puur om Tafi op de kop op te dringen. Alleen of dat hij dus mee zou willen draaien, maar Tafi verzaakt eraan. Ik weet niet of het meespeelt, maar Sørensen en Tafi zijn streekgenoten, hè? In Toscane. Ze wonen niet zo ver uiteen. Sørensen spreekt perfect Italiaans, Karel. Ja, en Tafi inderdaad niet meer aan het overnemen, gewoon weer achteraan zitten en het geweer nog eens aan het laden, heb ik de indruk. Straks komt Tafi wel nog eens met zo'n cartouche voor de dag. Hoe groot is het kaliber van Tafi? Ja, het zit er dik in dat hij nog eens gaat proberen. Maar als je nu de koers beoordeelt van Museeuw en van Petegem, vooral van Museeuw, nog
geen enkele inspanning te veel gedaan. Nee, en dat is ook. Van Peteghem heeft dat één keer moeten alle grens aan dek ropen ook. Samen met Johan op dat moment, maar dat ging vrij aardig en vrij vlug. Het waren twee toppers natuurlijk en die vinden elkaar vrij snel in deze omstandigheden. Maar inderdaad, de finale wordt echt een om onze vingers vanaf te likken, denk ik. Daar Thijs, in een dalend stuk. En toch ben ik benieuwd naar de snelheid. Karel, kun jij heel even op de snelheidsmeter kijken, want ik denk dat het verrassend laag is. Ja, dat is waar, Michel. De wind zit hier pal op kop. Onze snelheidsmeter die geeft 2,43 aan. Doe dat gerust 5,6 per uur vanaf. Dat is dan zo'n 6,37. Bij Thijs is het over en daar zag je die snelheidsmeter. En daar gaat Taffy. Daar gaat Andrea Taffy. En nog maar eens Enrico Cassani. En Van Peteghem onmiddellijk klaar. Hinkepie die laat er een paar inschuiven. Missalia doet dat en dan Hinkepie pas. En Seurensen hier naast de wagen. Uit de wind dus. Met de laatste orders. Seurensen, dus kopman van een Belgische ploeg. Landbouwkrediet Colnago, die van Gerard Bulus. Een ploeg die straks mee mag doen aan de Ronde van Italië. Nog 100 meter voor Thijs. Gegrepen op iets meer dan 18 kilometer van de aankomst. Cassani is al van goud waarde geweest vandaag voor het museum in deze finale. Dus zeker een pluim verdient voor deze jongen. Thijs nog altijd vechtend voor elke morzelgrond. Ja, dat is natuurlijk dat is logisch. De jongen wil zo lang mogelijk nu vooraan blijven. En nu heeft hij het begrepen dat zijn taak erop zit. En ja, prachtprestatie in elk geval van Erwin. Meer kunnen we niet over zeggen, maar het was echt mooi. Op dat hele lange stuk naar Gerardsbergen. Een beetje langer dan die andere tussenstukjes tussen de heuvel. Of tussen de heuvels. Omdat je tussen de Bossenstraat en de muur rechtdoor rijdt naar Gerardsbergen. Dat duurt een tijdje voor je daar bent. Dat is mooi wat Taffy doet. Ja. Dit is respect. Rispetto, zeggen de Italianen. Daar ligt de muur. De groep van Museeuw heeft een minuut op het groepje Mark Wouters, Zanini, Matan en Armstrong. Dus de winnaar, maar dat had u al in de mot, zit hier. Vlak voor de muur, Hendrik Erdant. Favoriet? Ja, nog altijd Museeuw van Peteghem. Eén man, Hendrik. Ja, Museeuw. Ja? Tuurlijk. Als ploegleider, supporter? Kan niet anders. Zijn tiende zou het zijn, hè? Zijn ja, tiende wereldbekerkoers. Sowieso. En, het is twee keer een unicum. 10 wereldbekers en vierde maal in de Ronde van Vlaanderen. Dus Johan gaat echt alles ervoor doen om dit op zijn palmarès bij te schrijven. Dat zou hij absoluut recordhouder worden. En hij heeft me ook nog een heel goede indruk. Dus natuurlijk van Peteghem ook, is ook nog geen start bezig. Maar ook Johan heeft zeker, zoals je zei, nog geen trap te veel gegeven. Het groepje achtervolgers nu iets dichter. Maar dat is omdat men hier dus met de voorbereiding van de muur bezig is. Hier de verkeerslichten. Oeps. En dan straks een wat irriterende helling over de spoorweg. Wind op kop doet pijn, hè? Ja, dat brugje is vrij stijl. Het is niet lang natuurlijk, maar het zijn allemaal kleine dingen die toch altijd doorwegen. En op nu de Vestenstraat en zo, dus... Taffy is weer on the move. Daar gaat hij weer. Het is nu Museeuw die reageert. Johan die zelf orde op zaken stelt. Het is altijd Taffy. Nardello die glijdt gewoon mee. Wanneer komt Daniele Nardello? Die zal alles zetten op de finale, dus... Voor na de Bosberg zie ik hem uitpakken. We trekken naar de binnenstad, naar de kerk van San Bartolomeus. De stad van de mattentaarten. En Karel. Voor wij de omleiding nemen, toch nog even een vraag stellen. Hoe zit het met George Hinkepie? Hinkepie al een hele tijd wat kleiner aan het trappen dan de anderen. Hinkepie geeft een enorm goede indruk. Wat hij daar straks getoond heeft op de Eikenberg, dat is echt indrukwekkend hoor. Met Hinkepie zullen ze moeten afrekenen. En wat Cassani doet is ronduit fantastisch. Hij trekt over de Dender, hier helemaal naar de binnenstad. Straks in het volle centrum. Het is goed dat je hier wat gelanceerd bent, want ook dit is een serieuze knik. En dan de vesten op. Ja,
gaan. Vooral het begin van de vesten is vrij stijl. Dit is een stuk al even nu iets minder. En dan krijg je weer een heel stijl stukje op vrij vervelende kasseien. Tot aan de voet van de muur. Weer even wat asfalt. En dan de beruchte muur. Nog altijd Cassani. En dan Van Petegem, dan Nardello. Hinkepie schuift nu inderdaad op. Museu aan het wiel van Hinkepie. Tafi binnenkant. Zou het kunnen dat de muur voor Tafi iets te stijl is? Dat is ons vermoeden. Het gaat nu wat krampachtig hier in de bocht op de vesten. Waar Museu het al eens probeerde. Adieu Erwin Thijs. Maar jij hebt het respect van alle mensen die naar tv gekeken hebben en hier langs de kant staan. Daar gaat Museu. Museu gaat op de vesten en kan Tafi volgen. En wat doet Van Petegem? Op de buitenplaat. Museu, Tafi, die plafonneert. Museu neemt een lengte of 5. Van Petegem in het zadel. Kan Van Petegem terugkomen? Die heeft Hinkepie aan het wiel. Van Petegem geeft Museu geen extra lengte. Nu komen ze aan de bocht en Museu ziet dat hij Van Petegem er niet afkrijgt. Ze zijn nog met z'n drieën, met z'n vieren. Hier komt Nardello, dan zien we Tafi naar boven draaien. En nu beginnen we aan het voorstuk van de muur. Ook een helling van 5 sterren. Hinkepie is inderdaad geen goed bezig. Ging vrij vlot eigenlijk. En Nardello ook. En Tafi doet er alles aan om de muur te overleven. En Van Petegem gaat nu van vooraf controleren. Hinkepie weer een stuk kleiner. Hinkepie is snel, Van Petegem is dat ook. Op papier zijn dat de snelste mannen in dit groepje. Maar Museu heeft in de E3-prijs Bettini geklopt en daar moet uitgeput. Gaat deze muur nu wat afscheiding opbrengen? Ze zijn nog met 5. Dit is nog niet het stijlste stuk. Van Petegem nog altijd alles onder controle. Toch wat onrustig. Tafi schuift op. Er is niet veel plaats hoor. En je kan best aan de binnenkant de muur nemen. Tafi weet dat. Ook Nardello moet opschuiven. Opletten Peter Van Petegem dat je daar niet in de penarie komt. Maar hij doet dat makkelijk. En nu deze steile bocht richting Kapelmuur. Tafi heel even in de problemen. Ook Museu wordt opgehouden door Tafi. Ook krampachtig wat Nardello daar doet. Met zijn tweeën heel even weg. Museu moet die bres dichten. Van Petegem met Hinkepie. Museu komt terug. Aan het hemelrijk. Nardello, Tafi. En dan de Kapelmuur. Van Petegem imponerend. Maar nog altijd niet jumpend. Museu komt aansluiten. Ook Nardello en Tafi. De Mapei Quicksteps met z'n tweeën. Ja, die blijven nog altijd met 2 man. Dus die staan momenteel vrij sterk. Want het echte super lastige is nu voorbij. Je hebt de Bosberg. Waar we iets kunnen forceren als ploeg natuurlijk, als 2 man. En, dat wordt dus nog een... blijkbaar is ook het peloton teruggekomen op de groep met Rodrigo, Rodriguez, Wouters en Sberg. Hier zijn ze, met Zanini, met Rodriguez, met inderdaad ook Erik Zabel, meende ik te herkennen. Ja, Erik Zabel in derde positie met ook Sproeg, met Peter Farazijn. Dus dat groepje achtervolgers is gegrepen. Onder impuls van de mannen van Telecom. Die hebben toch nog brood gezien hier in de finale. Hier is de moedige Erwin Thijs. Ja, die moet de koers niet uitrijden. Hè? Zeker weten. Boven nog 15 harde kilometers. Maar het moet lukken. Stefano Zanini. Met Rudolf Dieriksen ook. Armstrong over de muur. En Karel. Ja, aanval van Andrea Tafi vooraan. Tafi heeft zich nog eens rechtgezet van Petegem. Moet nu dat gat dichten en doet dat klaarblijkelijk ook. Tafi heeft zich nog niet gewonnen, doet hij dat nu wel. Nog eens aangaan en van Petegem naar het wiel. En Karel, heb jij Sørensen nog gezien en de anderen die eraf moesten? Nee, omkijken Michel en niemand te zien. Wagens en motoren. We zijn met 5 diep in die finale. Met 5 voor de overwinning in de Ronde van Vlaanderen. Daar hangt het bord nog 15 kilometer op weg naar de Bosberg. En dat hangt in de Brusselse straat. Nog 2,5 kilometer en ze zijn aan de voet van de Bosberg. Dicht bij het huis van Hendrik Redam. Dus hij kent deze streek op zijn duimpje. Ook hier vlak aan de woning voorbijgekomen van... Rudy Pevenage. Voilà. Een koersbuurt. Inderdaad, we hebben daar heel wat mensen uit het koersmilieu daar wonen. Van
Van Petegem en Museeuwen zullen moeten overeenkomen om die twee mannen van Mapei Quickstep af te houden. Quickstep is weliswaar een Vlaamse sponsor, maar het zijn wel Italianen. Twee Belgen, een Amerikaan en twee Italianen. Taffy wil echt de boel omgooien, want hij zit constant eigenlijk volle bak te geven, te demareren. Dus ik denk dat hij ook net voor de bosbak nog eens zal willen proberen. De demarrage van Museeuw als een tactische demarrage beschouwen. De groep nog meer uitduwen. Het heeft hem natuurlijk wel Cassani gekost, die misschien wel natuurlijk wel bijna het einde krachten is. Dus. Maar Seurissen is eraf en dat is altijd een kwaaie klant. Moet Cassani nu alles op alles zetten om terug te komen? Want hij brengt nu wel Seurissen nee, terug. Cassani zijn plaats ook momenteel echt niet meer rijden. Dus moet er ingegrepen worden in de volgwagen. En vermits sergeant in de volgwagen zit en naar onze televisieuitzending luistert, zou jij nu zeggen? Ik zou zeggen, leg hem stil. Laat Seurissen maar het werk opknappen. Op 24 seconden is dat. Nardello, Taffy, Van Petegem, Museeuwen, Hinkepie en dan deze drie op 24 seconden. We rijden Moerbeke binnen. Waar Van Hooijdonk zoveel triomfen vierde. Na zijn overwinningen twee keer in de Ronde van Vlaanderen. Bij Hilaire van der Schuren thuis. Vanaf hier gaat het in stilaan in stijgende lijn naar de voet van de Bosberg. Dit stuk is heel veel onderschat. Hinkepie rijdt hier voorbij aan de woning van Johan Braneel. Nog iets verder woont hij inderdaad, ja. Dus binnen een 200-tal meter op de linkerkant. Maar zo vaak is hij er niet. Nee. Met zijn vijven naar de Bosberg op die lange aanloop waar Van den Broeke goddelijke dingen deed in 1999. Voor de Bosberg. Heel even een kort woordje uitleg van Verdant. Hoe is die ontstaan? Nou ja, het was vroeger een veldweg blijkbaar. En ze hebben daar na de oorlog dan kassei gaan opleggen. En op die manier is dat dan een verbindingsweg geworden tussen de gemeentes. En dat was op dat moment wel nodig. Nog 15 kilometer hing daar. Daar wordt 14 aangegeven van boven op de top van de Bosberg. In elk geval nog 12. En Taffy die heeft het tempo toch weer wat de hoogte in die jacht. Tenminste, probeert dat, Karel. Ja, dat was het bord van de 16e helling, de Bosberg. Oh, ja. De 15 kilometer zijn wel een tijdje voorbij. Juist. Hinkepie die komt nu niet meer vanuit de laatste positie. Hinkepie die is aan het afwachten. Hij heeft alle ballast overboord gegooid. Zijn voorlaatste drinkbus weggecatapulteerd. Hinkepie zit klaar. Taffy. Weer met die knietjes wat naar buiten draaien. Omwille van dat zeemvel dat irritant in de huid plooien kruipt. Hinkepie op kousenvoeten. Museeuw met de controle. Hier komen ze stilaan op de kassei, een 50-tal meter. De Bosberg. 986 meter. Dat wordt vaak afgerond tot 900 à 950 meter. 11%. Het steilste stuk helemaal aan het eind. Na 910 meter, Karel. Taffy die even het achterwerk ligt, maar niet kan demareren of voorlopig nog een beetje wacht. Taffy helemaal achteraan. Links zien we Museeuw van Petegem die zich nerveus maakt. Is er nog volk op komst? Wij kijken om. Museeuw gaat, Karel. Seurensen. Museeuw gaat aan, inderdaad. Aanval Johan Museeuw van Petegem die countert Hinkepie. En wat doet Taffy? Nardello kan nog reageren. Taffy die lijkt te moeten passen, maar Taffy is zo'n harde vechter. Museeuw nog altijd van Petegem zit aan het wiel. Museeuw met grote halen en Van Petegem heeft het toch heel even moeilijk om dat gaatje te dichten. Nardello krampachtig. Taffy heeft voor een kleiner verzet gekozen. Gaat Taffy hier de Bosberg nog overleven? Het ziet er naar uit omdat Museeuw toch wel wat vertraagt. En Van Petegem komt niet uit dat wiel, die blijft daaraan plakken. Heeft hij zoveel vertrouwen in zijn sprint. Nardello schuift nu weer naar voren. Komt nu naast Van Petegem. Museeuw, tweede aanval. Niet geslaagd. Bijna boven op de Bosberg. Opletten voor die uitloper, want dat is lastig. Maar nu weer dus met de neus in de wind. Ja, nog een goede 12 kilometer. Een lichtjes dalende lijn, maar constant wind op de kop tot in Denderwindeke. En echt ideaal om alleen voorop te rijden is het niet. Maar iedereen zit natuurlijk
kei kapot ben haar, dus. De achtervolgers met Sørensen, met Cassani en Gabriele Misaglia. Bijna boven. Sørensen heeft hier al zo vaak gezeten. Eén keer heeft het hem een overwinning opgeleverd. Maar nu, denk ik, komt hij te laat. Daar de seconde. 25, 26, 27. Het wordt ruim een halve minuut. Daar het spandoek. En zeggen we dus 33 seconden. Het is nu alles te zien wat die mannen vooraan het doen. Als ze echt niet ronddraaien, komen ze misschien nog terug, hoor. En dan kunnen er rare dingen gebeuren. Sowieso. Typisch Sørensen is dan een man die zeker de kattenbel zal aanbinnen. De koplopers, Musée van Petegem, Nardello, Taffi en Hinkepie. De twee mannen van Mapei Quickstep zijn niet snel. Nardello is wel sterk. En wat is snelheid nog waard aan het eind van zo'n race, Karel? Ja, toch benieuwd hoe Van Petegem het wil afmaken. Nog geen enkele echte demarrage geplaatst. Wel twee keer gereageerd op Johan Museeuw en het werk niet gelaten aan die tandem van Mapei Quickstep. Een Vlaming haalt een Vlaming. Nu moet Van Petegem het wel afmaken, natuurlijk. Dat hij vooral rekening houdt met dat Italiaanse koppel, maar ook met de snelheid en de kracht van Hinkepie. En misschien is Museeuw straks wel de lachende vijfde. Museeuw is nog zo traag niet, hoor. Ik heb Johan in het begin van zijn carrière nog meer als een massaspunt zien winnen. Waarom zou je dan... Hij is inderdaad snel het afgebod, maar na zo'n lange wedstrijd in zo'n klein groepje is hij zeker een te duchte man ook daar nog. Aanval Taffi. Nog eens Taffi. Reactie van Petegem, Karel. Inderdaad, Michel, die was me voor. Taffi nog eens in aanval en Van Petegem die reageert werkelijk op alles en iedereen. Hij weet dat hij Taffi niet kan laten rijden, weet dat hij Museeuw niet kan laten rijden. Maar Taffi die zet door. Nee. Taffi kan niet meer doorzetten, want Van Petegem zit alweer in dat wiel. Autoritair Van Petegem. Dat is de tol van de favoriet, hè? Er gaan er nog gaan. Museeuw zet zich nu een beetje op kant. Die gaat de tempo er weer in leggen. Taffi verplicht Van Petegem ook daar weer naartoe te gaan. De linker door. Taffi gaat nog eens proberen. Wat een recuperatie vermogen. Zo diep in de finale na 254 kilometer. Daar het spandoek van de laatste 10. Jawel. Ja. Ik zie Taffi nog eens proberen. Alleen gaat het hier altijd in dalende lijn. Tot in Nieuwenhoven en dan hebben ze even een klein beetje opwaarts, niet lang, een paar vluchtheuvels. Maar dan ben je goed gelanceerd, hè? Inderdaad, ja. Die snelheid... Jij kent dat, want jij woont daar. Ja, de snelheid is daar echt niet minder, dus het is eigenlijk constant dalende lijn. Je moet ook goed gek zijn om het hier met de wind op de neus alleen te proberen. Als de samenhorigheid dan inderdaad een feit is, dan ga je gewoon kapot. Dan kun je het beter op dat laatste stuk naar Nienhoven proberen. Ja, dus... De wind wat meer in de flank zit. Ja, inderdaad. Net na Denderwinde heb je even licht hellend voor een 200-300 meter. En dan is het recht vooraan. Eén probleem is daar. Je ziet de renner voor je tot aan de laatste kilometer voor je rijden. En om echt een gaatje te maken is het dus wel ontzettend moeilijk. Opgelet. Weer een poging van Taffi. Hij zet zichzelf niet meer recht. Nog een goede 9 kilometer. Daniele Nardello zat hier vorig jaar ook. En kon het niet afmaken. Hinkepie zal echt de duchte zijn. Je ziet dan nu al hoe vlot hij eigenlijk nog is. En hij zit al een tijdje aan de goede wielen. Hè? Museeuw van Petegem. En hij kan speculeren op de sprint. Nardello. Vorig jaar vijfde in de Ronde van Vlaanderen. Daar gaat Taffi nog eens. Taffi nummer 7. En nu weer Van Petegem. Autoritair. Van Petegem weliswaar niet aangevallen op de bergjes, maar heeft hier wel alle bressen gedicht. Ik neem aan dat ook bij u thuis de spanning met druppels van het scherm afrond. Taffi laat weer een lengte. De
geen van de vier anderen die daar nog in trekt. Hinkepie die plots wat vaart maakt. Dalende lijn. Van Petegem ongerust. Nog 29 seconden de voorsprong. Het waren er 32. Aanval Michel. En de reactie van Andrea Taffi. En nu blijft Van Petegem wel zitten. Maar als Hinkepie gaat gaan, dan zal hij wel meegaan. Hinkepie zegt nee jongen, het is aan u. Nee, maar Hinkepie zal toch het gaatje moeten dicht. En gaat Museu door met Taffi? Of wil Taffi niet overnemen van Museu? Omdat hij weet dat hij dan de pineut is. Het is jaren geleden, van 99 eigenlijk, dat we nog zo'n schitterende finale gingen. Nu gaat Van Petegem. Binnendoor. Er was weinig plaats. En heeft hij nog te zien vertrekken. En nu moet Nardello uit zijn plek komen. Daar gaat Nardello. En kijk eens wat Van Petegem daar allemaal voor elkaar krijgt. En die motoren leidt daar lelijk in de weg. Kijk eens, een bos van motoren. Weg jongens! Daar komt de rode baron. Wel. Een schande. En op deze manier kan Nardello terugkomen. Alhoewel, Van Petegem ziet daar ook goed, hè. Alsjeblieft. Op deze manier wordt de finale toch een klein beetje onkleurd. Maar hier gaat Peter Van Petegem. Hij was al die reacties beu, hè. Kotsbeu. En hij doet het daar. In elk geval met veel creativiteit. Niet op de hellingen. En hij gaat nu wellicht Nardello met zich meekrijgen. En als die nu overpakt, dan vrees ik voor deze drie. Op 8 kilometer. Hinkepie gaat nog eens overpakken van Museu. Is Nardello al bij Van Petegem? Karel? Nee, dat is hij niet. Van Petegem die lijkt zelfs verder weg te rijden. Van Petegem rechts van de weg. Nardello links moet nu weer naar rechts komen in de bocht. 20, 30 meter het verschil. Hier Museu en Hinkepie aan het overnemen. Zij komen iets dichterbij Nardello. Maar Van Petegem daar gaat heel veel van uit. Ook Nardello hoor. Ook Nardello doet prachtige dingen. Al is en blijft het moeilijk om die laatste 10 meter dicht te rijden. Dat zie je aan de manier waarop hij een ander traject kiest. Schitterende strijd. Nog 7 kilometer. 10 meter het verschil. En gaat Van Petegem op Nardello wachten? Dat doet hij. Nu belangrijk wat Nardello doet. Kiest hij voor die tweede plaats? Of zegt hij nee, ik ga ervoor? Nee. Ik denk niet dat hij gaat overnemen. Daar was voor te vrezen. Daar was voor te vrezen. Dat weet ook Van Petegem. En dan doet hij er misschien verstandig aan nu een korte rustpauze in te lassen. Ik denk het wel, ja. En Karel? En als Nardello niet overneemt, ik zie dat hij dat nu wel doet, maar als hij dat niet had gedaan, dan waren ze al terug. Hinkepie en Museu op 20, 30 meter gekomen van dat tweetal. Taffi hangt daar nog altijd aan, klaar om aan te vallen als ze aansluiting vinden. Ja, het is schitterend. Minder dan 7 kilometer met Joan Museu die jacht maakt op Van Petegem en Nardello. Taffi die niet overneemt. Het gevaar komt straks weer van Taffi. Die zit nu al klaar om direct te counteren op het moment dat ze gaan bijkomen. Dus kun je beter anticiperen en daar rekening mee houden. Het loopt samen, Karel. Inderdaad, ze hebben gewacht. Van Petegem en Nardello omgekeken, zich dan recht gezet. Zo hebben we er nu weer 5 samen. Museu die beloert, Andrea Taffi. Die weet dat het gevaar vanuit die hoek komt. En Museu die gaat dan op kouse voeten door op die grote versnelling. We zagen een teken van Nardello richting Hinkepie. Overpakken, aan het wiel plakken. Nog 6 kilometer. Iets minder zelfs. Ginds hangt het spandoek van de laatste 5. De bocht in Denderwinneke. Denderwinneke, zeggen de mensen hier. Winnik. Denderwinnik. Winnik, ja. Je moet echt een onderkoeld zenuwsysteem hebben om dit te overleven. Stalen zenuw inderdaad. Museum gaat nog eens? Nee, toch niet. Er liggen nog, even tellen, 3 bochten in het parcours. Straks in Denderwindeke, linksop, opgelet, nog een hellend stuk. Dan aan de kerk en dan straks aan de hallebaan. Iedereen kent dit parcours uit het hoofd. Dit is verplichte leerstof. Daar nog eens wat Van Petegem overkomt. In dat trosje motorrijders. Die allemaal de foto van hun leven willen schieten. Die denken, hier rijdt de Ronde van Vlaanderen winnaar. En dan gebeurt het.
Ze zijn de bocht in Denderwindeke al voorbij. Dat is dat lange stuk van ruim 3 kilometer naar Ninove, naar Meerbeke. Met Michel op kop. Tavi aan het wiel. Dan van Petegem, Hinkepi en Nardello. Nardello blijft bewust achter hem nu hangen. Dus. Voor Michel een uitgelezen kans op een 10e wereldbekerzegen. Voor Van Petegem op een 2e. Hinkepi heeft nog geen wereldbekerzegen, maar won vorig jaar wel Gent-Wevelgem. En was toen de gelukkigste van alle Amerikanen. Van Petegem nerveus. En Tavi blijft dat spel spelen. Imiteren. Nog eens proberen, Michel. Op 4 kilometer. Toch opletten dat het niet te stil gaat, dat er geen volk meer uit de achtergrond komt. Verscholen achter die wagens, je weet maar nooit. Het verschil was een goede 8, 29 seconden. Aanval Tavi. Aanval Tavi. En nu gaat Museum. Maar niet vol gas. Ze geven Tavi 40 meter. Ook zo kun je de Ronde van Vlaanderen winnen natuurlijk. Door het tactische spel, het lonken van de grote kandidaten. Dus zegt Van Petegem, ik ga op dat hellende stuk. En hij rijdt de rest uit het wiel, maar de rest komt terug. En als Tavi nu doorzet, dan kan Tavi het redden tot het einde. En Van Petegem weer gegrepen. Zeer belangrijk moment. Iemand moet zich nu opofferen. Nardello gaat dat natuurlijk niet doen. En wat doet Hinkepi? Het draait niet meer rond en op die manier kunnen ze de overwinning gewoon wegschenken aan Andrea Tavi. Hinkepi gaat nu toch voluit. Geloof niet in het feit dat Tavi gaat stilvallen. Dag jongens, nog 3 kilometer, Kaal. Ja, en hij rijdt meter per meter verder weg. Het mag hier echt niet stilvallen. Museum nu al een tijdje op kop. Hinkepi aan het wiel van Petegem, wachtend naar Dello uiteraard in vierde positie. Van Petegem of Hinkepi, die moeten nu wel helpen, anders komen ze er niet. Hinkepi doet dat op dit moment. Nog even praten met Museeuw en dan Van Petegem overnemen. Ze zien hem nog altijd rijden, dat kan niet anders, lange rechte stukken. Maar ze moeten samenwerken, anders is hij gaan vliegen. En pakt Tavi deze Ronde van Vlaanderen. Hij zou het in elk geval niet gestolen hebben, Andrea Tavi. Zoveel aanvallen, een stuk of 8. En ons beeld is nu compleet weg. Ik hoop dat dat bij u thuis niet het geval is. Dus gaan we hier op het grote bord kijken. In de buurt van de aankomst. En dan zien we dat de museum overpakt. Ik hoor dat bij u thuis gelukkig alles in orde is. Andrea Tavi op weg naar de zegen in de Ronde van Vlaanderen. Het zou met die van Parijs-Roubaix de mooiste zijn in zijn carrière. Maar dan is het door de rivaliteit van deze mensen hier. Ze zien hem nog altijd rijden, Karel. En ze geven zich niet allemaal hoor. Hier moeten ze echt doorgeven. Want Tavi ziet daar al het bord van de 2 kilometer hangen. Museeuw, Hinkepi en Van Petegem. Jongens, samenwerken. Anders is hij gaan vliegen. Daar is Tavi al onder dat bord van de 2 kilometer. Nog 1 kilometer, 900 voor Andrea Tavi. Maar het is een harde wet. Degene die nu gaat, die nekt zichzelf. Ja, die is verloren. Toch af van Petegem. Toch nog proberen. En ik vrees voor de zaak. Vrees voor de zaak. Het is niet met overtuiging. Het is in het verleden nog wel eens zo gebeurd hoor. Ook in 1997 zaten Seurensen en Mocassin hier vooraan met Ballerini. Ook toen was het zo'n schimmig spel. Seurensen profiteerde daarvan. Nu zien we vanuit de lucht een reactie van Museeuw. Tavi is bijna aan de kerk. Hij gaat ook niet direct stilvallen deze natuurlijk. Nog goed 1,5 kilometer. Waar heeft hij verdorie al die kracht vandaan gehaald? In elk geval een formidabel kijkstuk. Maar ik denk dat het over is voor de landgenoten. Daar gaat nu Van Petegem. En die ziet Hinkepi reageren en dan gaat hij weer de benen stilhouden zeker. Als hij nu doorgaat kan het nog. Maar zoals gezegd. Dat is op voor Van Petegem. Nog 1 kilometer voor Andrea Tavi. Nog 1 lastige kilometer. Nardello, ook hij in een zetel. Ook daar moet nog rekening mee gehouden worden. Tavi moet nu niet meer omkijken. Parijs-Tour gewonnen. Parijs-Roubaix gewonnen. De Ronde van Vlaanderen. De Rochester Classic. De Ronde van Lombardije. Kruis erover.
De rivaliteit is hier te groot. En Tafi mag niet zeggen, krijgt het cadeau. Maar het had anders gekund. Lucien doet nog een poging, maar die is te vergeefs. Het valt hier compleet stil. En ik wil straks de uitleg van deze jongens horen. Tafi draait nu al de halve baan op. Ook Hinkapier blijft vrij apathisch. Hier is Tafi. Met de Wim van Herwegen in de allerlaatste rechte lijn. En hij weet dat die zegen al binnen is. Hij wint niet zo vaak. Oh god, de laatste jaren altijd een koers per jaar. Maar wat voor koersen. Parijs-Tours, Parijs-Roubaix. En hier de triomf in Vlaanderen. Een halve Vlaming. Hier is Tafi. Io Tifo Tafi. Ik support er voor Tafi. Zeggen zoveel Vlamingen met de Italianen mee. Hij wint de Ronde van Vlaanderen. Een prachtig kijkstuk en een verdiende winnaar. Ere wie ere toekomt. 1 Tafi. Niet eens 38 per uur. En dan ja, de sprint van de geslagenen met het museum. Die moet uit het wiel van Nardello komen. Nu komt Van Petegem in de laatste meters bergop. Kan die dat hier nog halen voor de tweede plaats? Museu of Van Petegem. Museu die heel even uitwijkt. Ik denk dat Museu tweede is. Van Petegem derde. Hinkepie vierde en Nardello vijfde. De Belgen zijn 2 en 3. Goed gereden. Heel lang goed gespeeld. Maar verloren. Maar met eer. Daar komt de sprint voor de zesde plaats met Cassani en met Missaglia en Sørensen. De sprint van de lijken. De mensen die steendood zitten. Sørensen van de kop af. Cassani krampachtig in het zadel. Sørensen, het is niet eens een sprint meer. Hè. Nee, het is gewoon binnen strompelen. Sørensen is zesde, Cassani is zevende en dan achtste Missaglia. En nu luisteren naar de uitleg van Van Peter. Peter, even jouw eerste reactie na deze ja, geweldige finale, onwaarschijnlijke wedstrijd. Even proberen. Peter van Petegem, toen Tafi ging, ja, toen was alle verstandhouding zoek. Clever gespeeld van de map, hey, jongens, zal gezegd worden. Wat goochelen bij Van Petegem. Hij drinkt een busje cola, hij verfrist zich. Wellicht een beetje wachten op die reactie. Het is begrijpelijk. Wij kijken nog eens naar de aankomst van Andrea Tafi. We hebben ondertussen zijn fiche erbij gehaald. Het is toch wel even in de ogen wrijven als je naar Smans leeftijd ziet. Hè. Hij is geboren op 7 mei 66. Ja, dus zijn duidelijk wel de ouderdomme dekens die het hier doen. Van Petegem een 30er, met 37er, Tafi. Hij wordt 36. Ja. Hij wordt 36 en hij wint een klassieker die hij nog niet gewonnen heeft. En volgende zondag kan hij weer prijsrijden. Sowieso, wordt een van de grote favorieten zelfs voor die wedstrijd. Want die ligt hem nog beter als deze wedstrijd, denk ik. En hier komt nog een sprint voor een verre ereplaats. Dat moet een negende plaats zijn. En het is Cipollini of Zabel. Het is Cipollini die die sprint wint voor Zabel en Joop Lankaart. Een eresprintje, zeg maar, van een peloton. Een omvangrijk peloton van een goede 30, 35 renners. Met de sprinters, met ook Lance Armstrong daarbij. Wellicht ook nog een beetje ontgoocheld omdat Hinkepie het hier niet haalde. Maar dat zullen de Vlamingen ook zijn. Maar eerlijk wezen, dames en heren, wat deze Tafi voor elkaar gekregen heeft, is toch wel indrukwekkend. Niemand kon wat hij gedaan heeft, denk een keer of 10 aangevallen. Sowieso, en steeds volop. Dus het is even zeker niet gestolen. Ze waren een beetje in de overmacht met de twee man nog in die kopgroep. Maar je moet nog altijd op de pedalen zelf drukken en hij heeft dat meer als gedaan. Zet die stoel daar anders. En zei Giorgio's Quincy, als wij dit seizoen 1 wereldbeker koers winnen, ja, dan zijn wij meer dan tevreden. Het mogen er 2 zijn, wel die eerste die is in elk geval al binnen. De Ronde van Vlaanderen, dames en heren, levert weer een Italiaan op. Na Bortolami is hier Andrea Tafi en begrijpelijk dat die ontroerd is.
We zijn weer klaar voor een interview. Ja, inderdaad, Michel. Nu bij Peter van Petegem, die een beetje opgekikkerd is na deze helse finale. Peter, ontgoocheling overheerst, neem ik aan, want ja, dit had je al moeilijk kunnen ontsnappen in die sprint. Nou ja, het was moeilijk, die mannen van Mappe waren met twee en Taffy. Heeft regelmatig geprobeerd en ik heb meermaal het gaatje terug dichtgereden. Dan op een gegeven moment heb ik zelf een keer geprobeerd, maar ja, tegen de wind was het heel moeilijk en op het einde Taffy ging terug en ik ben er toen terug naartoe gesprongen en ja, Johan reed het gaatje terug dicht op mij en ik denk dat toen de veer gebroken was. Nu tijd voor het flash interview, dat is Europees afgesproken met Andrea Taffy. Inderdaad, Michel, we zitten hier bij Andrea Taffy. Heel veel emoties. Congratulazione, Andrea. Era una corsa bellissima, una finale bellissima. Il giorno più bello della sua vita? Sicuramente. Sono un po' emozionato. Non pensavo di vincere questa grande classica. È arrivata, sono molto contento. La dedico alla mia famiglia che mi è stata tanto vicina e naturalmente alla squadra che in questa settimana ha fatto un ottimo lavoro, a Daniele Nardello, a tutto il team che ha veramente fatto tutto per la squadra e per me in questo caso. Devo ringraziare Nardello che mi ha coperto bene, naturalmente ho trovato sulla strada un grande Johan Museo e Van Petegem. Però ce l'ho fatta nel finale a venire via, di questo sono molto contento. Vincere Fiandre è più bella che vincere Parigi-Roubaix? Diciamo, Roubaix per me è stata la prima grande vittoria, quella che ho sempre sognato, però vincere Fiandre è bello uguale e veramente sono contento e mi fa guardare in avanti a domenica prossima con molta, molta fiducia. Secondo lei qual era il punto critico della corsa? Ma il Murri, avevo paura che attaccassero forte forte, però io sentivo la gamba, stavo bene e niente, nel finale ho provato prima Nardello, si è staccato con Van Petegem, però dietro Johan voleva vincere, ha tirato con il capì, sono stato passivo a ruota e dopo ho provato e mi è andata bene. Naturalmente bisogna avere anche un attimino di gamba e diciamo questa volta è andata bene. Una domanda, domenica prossima lo rifarai? Domenica prossima un'altra corsa, intanto pensiamo a questo Fiandre e vediamo a domenica. Grazie. Hij is geëmotioneerd en dat is begrijpelijk, hè? Want hij heeft wel wat pech te verwerken gehad de voorbije jaren, deze Andrea Taffy. Hij dankt zijn familie, dat doen Italianen overigens altijd, en hij dankt ook de ploeg. Vooral Daniele Nardello, hij zei, die is formidabel geweest. En ik heb hier gewonnen van een grote museum en een grote Van Petegem. Of hij Vlaanderen boven Parijs-Roubaix verkiest, ja, nee, Parijs-Roubaix, dat is mijn eerste droom die ik verwezenlijkte. Deze ronde van Vlaanderen mag ik daar nu wel naast zetten, die is even mooi.